Hey hallo, deze film gaat over alles wat je voor het HAVO scheikunde examen moet weten, de samenvatting dus. In de omschrijving van het filmpje vind je de link naar de 30 dagen scheikunde challenge om je perfect voor te bereiden. En daar staat ook de link naar een film waarin de examenvragen van 2021 tijdvak 3 ertussendoor staan. Vragen kun je stellen via Instagram scheikundehavo.nl. Hier zie je alle onderwerpen. In de omschrijving van het filmpje staan ook de tijdscodering. Als je bijvoorbeeld iets over zuur en basis wil weten, kun je daarop klikken. Hier nog eventjes de website scheikundehavo.nl. Daar kun je dus de uitgebreide uitlegfilmpjes vinden. En via die website kun je mij ook vragen stellen. Ik begin even helemaal bij het begin. De goede oude tijd van de derde klas. Het verschil tussen een zuivere stof en een mengsel. In een zuivere stof heb je één soort moleculen, één stof. En je kunt hem herkennen doordat de stof een smeltpunt heeft en een kookpunt heeft. Bij een mengsel heb je meerdere stoffen, twee of meer. En dan heb je een smelttraject. Dat betekent dat tijdens het smelten de temperatuur nog een klein beetje verandert. Of ook een kooktraject. Een paar mengsels moet je kennen. Een suspensie is een mengsel van een vaststof en een vloeistof. Zand en water bijvoorbeeld. Als je twee vloeistoffen hebt die niet goed mengen, mayonaise, dan hebben we een emulsie. En een oplossing is als een vaststof, vloeistof, gas in een vloeistof goed oplost. Bijvoorbeeld wijn is een voorbeeld van een oplossing. Hier het schema uit de derde klas. Alle materie kun je dus onderverdelen in mengsels en zuivere stoffen. En bij die zuivere stoffen heb je ook weer twee soorten, namelijk ontleedbare stoffen en niet ontleedbare stoffen. In een ontleedbare stof zit meer dan één atoomsoort. Bijvoorbeeld H2O, H en O's hebben verschillende atoomsoorten. In een niet ontleedbare stof zit maar één soort atoom. Dus bijvoorbeeld Mg is een niet ontleedbare stof of N2 is een niet ontleedbare stof. Ontleedbare stoffen zijn dus wel zuivere stoffen. Bestaat bijvoorbeeld bij water alleen maar uit watermoleculen. Eén soort moleculen. Nou, deze reactie, waarbij een ontleedbare stof in niet ontleedbare stoffen wordt omgezet, noem je een ontleding. Een ontleding is in het algemeen een reactie met één beginstof en meerdere reactieproducten. Kan op drie manieren: met elektrolyse, thermolyse en fotolyse. Hier het periodisch systeem, de basis in de scheikunde. En daarin kun je zien dat we de elementen, de atoomsoorten, kunnen verdelen in metalen en niet-metalen. De metalen hebben een gele achtergrond. En heb je iets wat bestaat uit die elementen, die hier een gele achtergrond hebben, dan hoort iets bij de groep van de metalen. Hebben we iets wat alleen maar uit die oranje elementen bestaat, waterstof en wat hier verder rechtsboven staat, dan hebben we een moleculaire stof. Hebben we een combinatie van beide, metaal en niet metaal, minimaal één van elk, dan hebben we te maken met een zout. Nou, deze hier in het blauw, dat zijn halfmetalen, daar heb je op de HAVO niet veel mee van doen. Verder moet je nog even weten dat wat in het periodiek systeem onder elkaar staat, vergelijkbare eigenschappen heeft. Bijvoorbeeld de laatste groep, groep 18, dat zijn de edelgassen. Dat zijn allemaal gassen die bijna nergens meer reageren. Groep 17 zijn halogenen, fluor, chloor, broom en jood. Die hebben bijvoorbeeld allemaal een minlading als het een ion is. Of zijn allemaal met z'n tweeën, F2, Cl2 enzovoort. De covalentie is het aantal bindingen wat een atoomsoort maakt. Daar kom ik zo nog op terug. En de elektrovalentie is de mogelijke lading. Nou, dat kun je vinden in je BINAS 40a of Science Data 8.1. Bijvoorbeeld alles wat hier staat in groep 2 heeft een lading van 2+. Bijvoorbeeld. Dat kun je daar terugvinden. Dan gaan we het even hebben over atoombouw. Dat wil zeggen welke deeltjes er in de atomen zitten en hoeveel je ervan hebt. Nou, het zijn er drie: protonen, neutronen en elektronen. De protonen en neutronen zitten in de kern van een atoom. Het aantal protonen is gelijk aan het atoomnummer. Dit voorbeeld is lithium. Lithium heeft atoomnummer 3, dus 3 protonen. Die hebben een lading van plus. Dat kun je hier zien. De neutronen hebben geen lading. Het aantal neutronen kun je uitrekenen door het massagetal te nemen en daar het aantal protonen vanaf te trekken. Hier zijn 7 deeltjes in de kern. Het massagetal is dan 7 en 7 min 3 is 4 neutronen. Dat komt omdat de massa van de protonen en neutronen gelijk aan elkaar is, 1 unit. En de andere deeltjes, de elektronen, hebben een veel kleinere massa die verwaarlozen. Soms heb je bij één atoomsoort, bijvoorbeeld chloor, verschillende aantal neutronen. Dat noemen we dan isotopen, bijvoorbeeld chloor 35 en chloor 37. Bij chloor 35 zijn er 35 min 17 is 18 neutronen.
17 is het atoomnummer van chloor. En bij chloor 37 doe je 37 min 17, dat maakt 20 neutronen. Die elektronen zijn verdeeld over schillen. De eerste schil, dichtst bij de kern, is de K-schil. En daar passen maximaal 2 elektronen in. De tweede heet de L-schil, daar passen er maximaal 8 in. Nou, je hebt ook nog de M-schil enzovoorts, maar die hoef je niet te weten. Als je die keer nodig hebt, staat er in de vraag bij hoeveel ervan in zitten. Nou, bij lithium heb je dus de eerste schil vol, 2 elektronen in de K-schil. En het derde elektron zit dan in de L-schil. Even een voorbeeldvraagje. Het gaat hier over palladium met een massa van 107 en een lading van 2+. En we moeten weten hoeveel protonen, neutronen en elektronen die heeft. Zoek ik eerst het atoomnummer van palladium op, dat is 46. Dus er zijn 46 protonen. De massa is 107. Het aantal neutronen is dus 107 min 46 geeft 61 neutronen. En dan de elektronen. Omdat de lading 2+ is, zijn er 2 elektronen minder. Minder dan het aantal protonen. Dus 44 elektronen. Dan heb ik 46 plussen en 44 minnen. En de lading is dan 2+. Metalen is een van de 3 hoofdgroepen van stoffen in de scheikunde. En die bestaan logisch alleen maar uit metaalatomen. Die hebben dus een gele achtergrond in je periodisch systeem van je business of science data. Ze zitten in een metaalrooster, allemaal bolletjes, gewoon allemaal op elkaar vast in een vast metaal. En die elektronen kunnen dan vrij bewegen. En als je er dan spanning op zet, dan gaan ze één kant op. Want die vrij bewegende elektronen zorgen ervoor dat een vast en vloeibaar metaal de stroom geleiden. De binding die die metaalatoom bij elkaar houdt in vast en vloeibare metalen heet een metaalbinding. Metalen kun je ook onderverdelen in edele metalen, bijvoorbeeld goud en zilver. Daar doen ze op de Olympische Spelen daar hun best voor. Onedele metalen, bijvoorbeeld ijzer, en zeer onedele, natrium en kalium, die exploderen als je er water bij doet. En dat aantasten van zo'n metaal, en dat gebeurt bij onedele dus veel meer dan bij edele bijvoorbeeld, dat heet bij ijzer roesten, maar in het algemeen corrosie. En dat gebeurt door een reactie met water en zuurstof. Dat kun je voorkomen door een beschermde laag van bijvoorbeeld lak aan te brengen. Een legering, bijvoorbeeld brons, ook van de Olympische Spelen, is een mengsel van metalen. En hier zie je dan een plaatje. Je ziet hier verschillende soorten bolletjes, verschillende metaalatomen. En dit is dus een voorbeeld van een legering. Moleculaire stoffen bestaan juist alleen maar uit niet-metaalatomen. Bij de niet-onleedbare stoffen heb je dus 1 atoomsoort. Daar zijn 7 tweelingen bij. Dus brom is niet Br, maar Br2. Zuurstof is niet O, maar O2. In binnens 40A of Science Data 8.1 kun je dat ook gewoon terugzoeken. Je moet wel zelf even bedenken als je ergens stikstof laat reageren van even checken of dat wel N2 is en niet gewoon N. Soms heb je een atoomrooster, een bekend voorbeeld is diamant, hier een klein plaatje ervan. Dan zijn alle atomen met elkaar verbonden via atoombindingen, covalente bindingen. Dat is een ontzettend hard materiaal, daar kun je boren voor maken. Je hebt ook een molecuulrooster, dan heb je allemaal moleculen die in de vaste fase in een mooi rooster aan elkaar gebonden zijn. Als je de structuurformule van een moleculaire stof wilt tekenen, dan moet je weten hoeveel bindingen een atoomsoort vormt. Dat heet de covalentie. En die kun je afleiden uit het periodiek systeem. Het gaat alleen om de dingen met een oranje achtergrond, dat zijn niet metalen. En waterstof heeft een covalentie van 1. Als ik dan de structuurformule van H2, dus H2 is een molecuulformule, H-H is de structuurformule, moet opstellen, dan weet ik dat H1 binding vormt, 1 atoombinding, dus 1 streepje heeft. Ga ik aan de andere kant verder kijken, dan hebben de edelgassen een covalentie van 0. Die vormen geen bindingen, edelgassen reageren namelijk bijna nergens mee en vormen dus geen bindingen. De halogenen, fluor, chloor, brom en jood, die vormen 1 binding, covalentie 1. Zuurstof, zwavel en seleen, covalentie 2, stikstof en fosfor 3 en koolstof 4. Als ik dan de structuurformule van zuurstof moet tekenen, dan moet ik 2 streepjes zetten, een dubbele binding. Dan hebben beide O-atomen 2 bindingen. En bij stikstof zet ik er 3, wat N covalentie 3 heeft. Het is overigens niet zo dat het aantal bindingen effect heeft op het kookpunt. Want als ik een stof ga koken, dan blijft het H2, O2 en N2. Die atoombinding wordt alleen maar verbroken bij een chemische reactie. Gaan we het hebben over bindingen. Welke bindingen aanwezig zijn hangt vooral af van in welke hoofdgroep van een stof iets zit. Hoofdgroepen zijn metalen, moleculaire stoffen en zouten.
Bij de metalen, en die bestaan alleen maar uit metaalatomen, hebben we een metaalbinding in de vaste en in de vloeibare fase. Bij moleculaire stoffen zijn er drie soorten bindingen. De atoombinding, die zit hier, dat streepje tussen H en Cl is een atoombinding. En die heb je in alle fasen. Dus of dat HCl nou vast of vloeibaar of gasvormig is, de atoombinding is er. Hebben we een vaste of een vloeibare moleculaire stof, dan zijn er ook Van der Waalsbindingen. En die heet ook wel molecuulbindingen. De laatste zijn de waterstofbruggen. En die bestaan ook alleen maar in de vaste en de vloeibare fase. Een voordeel daarvoor is dat er OH en of NH-groepen in de stof aanwezig zijn. Hebben we zouten, die bestaan uit metalen en niet-metalen, dan bestaan die uit ionen. En die ionen zitten aan elkaar vast met een ionbinding. In de vaste en in de vloeibare fase. Binnen een ion kan er ook nog een atoombinding zijn. Soms heb je een samengesteld ion, bijvoorbeeld nitraat, NO3-. En dan zit die N en die O zitten aan elkaar vast met een atoombinding. Dus dan hebben we een atoombinding die binnen een ion voorkomt in een zout. Voorbeeldje, als je pentaan gaat verdampen. Pentaan is C5H12, dus een moleculaire stof. C en H zijn geen metalen. Dan worden dus Van der Waalsbinding of molecuulbindingen verbroken. De atoombindingen zijn er wel, tussen die C en die H, maar die blijven in de gasfase in de damp van pentaan gewoon aanwezig. En als ik pentaan ga verbranden, dan worden naast die Van der Waalsbindingen ook de atoombindingen verbroken. Dan gaan de C en H-atomen wel uit elkaar om nieuwe stoffen te vormen, namelijk water en CO2. Dan hier nog even een voorbeeldvraagje uit de tweede tijd van 2021. Hier werd NiOOH gevraagd, waarbij er werd gegeven dat het een zout is, hè, want het bestaat uit ionen, nikkelionen, oxidionen en hydroxidionen. En dan moet je de namen van twee bindingstypen geven. Nou, de eerste is heel eenvoudig. Dat moet natuurlijk de ionbinding zijn, dat is een zout. Nou is het een gemeen vraagje misschien, want ik zei net, in zout heb je alleen maar ionbinding. Maar binnen de ionen van een zout kun je ook nog andere bindingen hebben. In dit geval heb ik OH, OH-. En die O en die H die zitten aan elkaar vast met een atoombinding. Dus de atoombinding is hier aanwezig binnen het ion. En dat OH-ion vormt dan weer een ionbinding met dat nikkelion. Die OH is hier dus niet een OH in de moleculaire stof. Dat betekent dat het dus niet de waterbrug is, veelgemaakte vergissing. Maar omdat de O en de H met een atoombinding aan elkaar vastzitten, een atoombinding. Nou, voor de waterbrug gaan we zo verder. Waterstofbruggen komen bijna in elk examen wel een keertje voor. Dat is aanwezig bij stoffen die een OH of een NH groep in zich hebben. En dat is een zogenaamde polaire atoombinding. Wat wil zeggen dat de ene kant, de kant waar de O of de N zit, een beetje negatief is geladen. En de kant waar waterstof zit, een beetje positief is geladen. Dus in een OH groep is de O een beetje min en de H een beetje plus. Als de stof een OH of een NH groep heeft, of allebei, dan kan de stof in de vaste en in de vloeibare fase waterstofbruggen vormen. Hier zien we een plaatje waarbij er twee zijn getekend, het stippenlijntje. Dus in water is de O een beetje min en deze H die aan de O zit is een beetje plus. Hier zie je dat nog een keer. De O die een beetje min is en de H die een beetje plus is, trekken elkaar aan. Haakjes die aan een C vastzitten kunnen geen waterstofbruggen vormen. Als een stof OH of NH groepen heeft en dus waterstofbruggen kan vormen, dan noemen we de stof hydrofiel, houdt van water. En die kan dus oplossen in andere hydrofiele stoffen, zoals water. Heeft een stof geen OH of NH, dan is het hydrofoob, bang voor water. Dan kan die juist goed oplossen in andere hydrofobe stoffen en slecht in hydrofiele stoffen. Kort samengevat, soort zoekt soort. Hydrofiel en hydrofiel lost goed op, hydrofoob en hydrofoob lost ook goed op, maar hydrofiel en hydrofoob samen lost slecht op. Er bestaan ook stoffen, en hier zien we een voorbeeld, die een hydrofiel deel hebben, een OH-groep, maar ook wel een deel wat apolair is, met allemaal C'tjes en H'tjes. Nou, zo'n stof kan zowel in hydrofobe als in hydrofiele stoffen goed oplossen. Smeltpunten en kookpunten kun je opzoeken in Binance 42 of 8.3 van Science Data. Je moet het ook een beetje kunnen voorspellen. Bij moleculaire stoffen is het zo dat als de moleculen groter zijn, dat de Van der Waalsbindingen tussen de moleculen sterker zijn, kost dan meer moeite om die Van der Waalsbindingen te verbreken en het kookpunt is hoger. In de gasfase zijn er namelijk geen Van der Waalsbindingen meer, dus die worden verbroken bij het koken. C5H12 is groter dan C4H10 en heeft dus een hoger kookpunt. Maar als een stof waterstofbruggen kan vormen, dus OH of NH heeft, dan heeft het een hoger kookpunt,
dan stof die geen waterstof kan vormen. Voorbeeldje, water is kleiner dan C5H12, maar heeft toch een hoge kookpunt. Dat komt omdat bij het koken niet alleen van de waterstofbindingen verbroken worden, maar ook de waterstofbruggen. En dat kost dus energie. En stoffen met waterstofbruggen hebben daarom hogere kookpunten dan stoffen zonder waterstofbruggen. Micro, meso en macro komt ook vaak wel een keertje terug in een examen. Je moet even weten wat het is. Nou, het microniveau is het niveau van atomen, moleculen, ionen, structuurformules. En als je iets moet uitleggen op microniveau, dan moet je die woorden dus ook gebruiken. Dus dan zeg je bijvoorbeeld watermoleculen en niet water. Het mesoniveau, dat gaat om groepenmoleculen. Komt heel weinig voor in examenvragen op de HAVO. En het macroniveau is het stofniveau. Als ik zeg water is een heldere kleurloze vloeistof met een kookpunt van 100 graden, dan heb ik het over macroniveau. Ik heb het namelijk over de stofwater. Vaak krijg je vragen met een tekeningetje en dan moet je uitleggen is het wel of geen microniveau. Nou, hier een plaatje uit een oud examen. Dat is een beetje gemeen, want hier staat 76 micrometer, een plaatje onder een microscoop. En dan denk je, hé, wacht even, micro. Maar ik zie hier geen moleculen of atomen, dus het is ook geen microniveau. Even een dia vol informatie over zouten. Ik denk je het meeste wel weet, maar in een herhalingsfilmpje moet toch even alle dingetjes langs. Zouten bestaan uit ionen, dat zijn geladen deeltjes. Bijna altijd positieve metaalionen en negatieve niet-metaalionen. Dus één positief ion, Na4+, wat geen metaal bevat, dat is Na4Cl, is wel een zout, maar er zit geen metaal in. De ionen komen om en om voor, maar hier zie je een plaatje in een ionrooster. Sommige ionen bestaan maar uit één atoom, dus Na+ bijvoorbeeld, of S2-, dat heet enkelvoudige ionen. Maar je hebt ook groepjes, samengestelde ionen, OH- is een hele bekende. Nou, de andere samengestelde ionen, bijvoorbeeld NO3-, SO42-, de namen en formules kun je in deze tabellen vinden. De totale lading van een zout is altijd 0, dus evenveel plus als min lading. Bij een aantal metalen heb je meerdere verschillende ionen. De bekendste is ijzer, er is een 2+ en een 3+ variant van. En als ik dan zeg ijzer-nitraat, dan is het niet duidelijk welke ik bedoel. Nou, daarvoor is de afspraak om een Romeins cijfer te gebruiken. Dus als ik ijzer 2+ heb en NO3 is maar 1-, dan krijg ik deze notatie. Bij ijzer 3+, NO3 is nog steeds 1-, wordt het dit. Nou, die haakjes om dat NO3, die zijn even nodig, omdat er anders NO32 staat. In de formule hoef je dat Romeinse cijfer niet te zetten, want NO3 is altijd 1-. Dus uit deze formule volgt dat het ijzer 2+ moet zijn. In de naam zet je het Romeinse cijfer er dus wel bij. In die naam komen trouwens geen telwoordjes als die of 3 voor, want uit de ladingen volgt hoeveel deeltjes je hebt. Bijvoorbeeld KBR, dan heb ik 1 keer Br-, want kalium is plus. Calcium is 2+, dan wordt het CaBr2. En aluminium is 3+, dan wordt het AlBr3. Dus uit de lading volgt het aantal, in dit geval bromide-ionen, dus het hoeft er niet nog met een telwoordje bij. Iets anders wat vaak terugkomt is dat je een formule krijgt en daaruit de lading van een ion moet afleiden. Een voorbeeldje is Fe2O3, dat je dan moet weten welke ijzer heb je hier, 2+ of 3+. Nou, die drie O'tjes hebben een lading van 6-, want het oxidium is O2-. Dat betekent dat die twee ijzerdeeltjes samen een lading van 6+ moeten hebben en dus elk 3+ moeten zijn. Het is dus Fe3+. En als je de naam moet weten, dan is het dus ijzer Romeinse 3 oxide. In Pina's tabel 45a of 8.4d van Science Data kun je zien of een zout goed oplost in water. Natriumchloride lost goed op en daarbij wordt de ionbinding tussen de Cl- en Na+ verbroken. We hebben hier aparte Cl- deeltjes en aparte Na+ deeltjes. Dan ontstaat een oplossing waarin de ionen vrij kunnen bewegen en die geleidt stroom. Als je zo'n oplosvergelijking wil noteren, ik heb even een ander voorbeeld genomen hier van natriumfosfaat, dan valt het uit elkaar en dan krijg ik aparte Na+ ionen en aparte PO4-3- ionen. Die Na+ deeltjes die stoten elkaar af, dus we zetten niet Na+ met een 3 eronder, dat zou betekenen dat ze aan elkaar zitten, maar er komt een 3 voor te staan om aan te geven dat er 3 keer zoveel Na+ als PO4-3- in die oplossing aanwezig is. Je zag net in de tekening al een klein beetje hoe die ionen in dat water zitten. Hier een voorbeeld van een koper-2+ ion dat gehydrateerd is. En dat betekent dat hij omgeven is door watermoleculen.
Nou, dat gaat niet willekeurig, want in een watermolecuul is de zuurstofkant een beetje negatief en de waterstofkant een beetje positief. Dus de ootjes van dat water richten zich op dat koper 2+. Dit is dus een gehydrateerd koperion. Een oplossing van een zout kun je ook indampen en dat is eigenlijk het omgekeerde van oplossen. Bij indampen heb je dus een oplossing die je verwarmt en dan verdampt het water en je houdt een vast zout over. Nou, die indampvergelijking is ook het omgekeerde van een oplosvergelijking. Een voorbeeld, het indampen van een ijzer-Romeinse 3-chloride oplossing. Daar zit dus Fe3+ in en 3 keer Cl- en het wordt dan samen FeCl3. Nou, AQ voor de pijl omdat het een oplossing was en hier is het S geworden. Het water zien we niet terug, water verdampt, maar het was water, het blijft water, H2O. Dus omdat het geen andere stof wordt, komt het niet in de reactievergelijking terug. Sommige zouten bevatten zogenaamd kristalwater. Dat zijn watermoleculen die aan de ionen in het vaste zout zitten. En dat noemen we dan een zouthydraat. Een bekend voorbeeld is blauw kopersulfaat. Dat ontstaat uit wit kopersulfaat en water. Een ander voorbeeld is gips. Als je nou niet weet wat dat is, gips is een triviale naam, kun je het opzoeken in BINAS 66a of Science Data 10.2. En daar staat de systematische naam, dat is calciumsulfaat dihydraat. In formuletaal, CaSO4, dat is calciumsulfaat, punt 2H2O. Dus dihydraat betekent dat er 2 keer kristalwater aan zit. Nou, je kunt het massapercentage water berekenen in gips. Dan deel je de massa van een deel, dus de massa van 2 water, door de massa van het geheel, de massa van calciumsulfaat, plus de massa van 2 water. En doe je keer 100%. Nou, die massa's kun je opzoeken en dan kun je uitrekenen dat 20,93% uitkomt. Nou, op zo'n manier kun je meten wat dat getalletje is en hoe je aan die 2 kunt komen. Dat meten kun je bijvoorbeeld doen door een hydraat te verhitten. En dan krijgen we eigenlijk deze vergelijking. Het puntje verandert in een plusje. Dus hier zit het calciumsulfaat vast aan 2 keer water. En hier is dat water eraf gegaan. Dan kun je de begin- en eindhoeveelheid wegen omdat het water in de vorm van waterdamp ontsnapt is. Ga je hem oplossen in water, dat lukt bij gips maar matig, dan valt het calciumsulfaat uit elkaar. Dus dan krijg ik na de pijl Ca2+ en SO42- los van elkaar met een plusje ertussen. En die 2 kristalwatermoleculen die hier nog vastzaten aan het zout, komen in de oplossing als 2H2O erbij. Ik heb hier de toestandsaanduidingen erbij gezet. Ik heb het al eerder genoemd, dat hoeft alleen maar als er in de vraag echt staat, zet de toestandsaanduidingen erbij. Om stoffen aan te kunnen tonen kun je gebruik maken van een reagens. Een voorbeeld is zetmeel. Zetmeel dat wordt blauw als je er jood bij doet. Zetmeel is dan een reagens op jood. Nou, in de derde klas heb je dit gebruikt om aan te tonen dat er CO2 ontstaat als je iets waar koolstof in zit verbrandt. Ja, want CO2 bij volledige verbranding ontstaat dat, maakt kalkwater troebel. Als er waterstof in een brandstof zit, dan krijg je water en dat maakt wit kopersulfaat blauw. En zwavel levert zwaveldioxide op, dat maakt joodwater kleurloos. Het laat joodwater ontkleuren. Nou, waterstof, dan krijg je een mooi blafje als je een vlammetje bijhoudt. Zuurstof laat een gloeiende houtspaander flinker branden, feller gloeien. En heb je een C-C-binding, dan kan je daar broomwater bij doen. En als het broomwater van geel naar kleurloos gaat, dan toon je aan dat het een onverzadigde koolwaterstof is. Dat er C-C in zit. Dan de chemische reactie, dat is iets waarbij nieuwe stoffen ontstaan. En nieuwe stoffen kun je herkennen aan hun stofeigenschappen. En bijvoorbeeld de kleur en de geur, die kun je heel snel waarnemen. Brandbaarheid, oplosbaarheid en water, die kun je ook wel meten. Scheidingen en faseovergangen, dat zijn geen chemische reacties, waar ontstaan namelijk geen nieuwe stoffen bij. De fase G, L, S en AQ zet je er alleen maar bij als ze daar echt in de vraag om vragen. Soms is het wel handig, als je bijvoorbeeld suiker in water oplost, hier staat die, en dan verandert de formule van de stof eigenlijk niet. Je gaat alleen maar van de fase S naar de fase AQ. Nou, dan heeft het nut om de fase erbij te zetten. Een vergelijking moet natuurlijk kloppen. Dus van alle soorten atomen moet je voor en na de pijl evenveel hebben. Maar waar je nog even op moet letten is dat de totale lading aan beide kanten van de pijl, links en rechts, hetzelfde moet zijn. Anders zouden de elektronen in het niets verdwijnen of uit het niets ontstaan. Dan nog even een lijstje met soorten reacties. Ontleden is bijvoorbeeld als je één stof naar meerdere stoffen maakt. Bij kraken ook, alleen dan ga je van een grote koolwaterstof naar een kleinere.
Verbranding ken je ook al wel, die hebben we eigenlijk al besproken. Degene die hieronder staan, die komen in de rest van dit filmpje. Ik zal van alles nog voorbeelden laten zien, maar dat was een van mijn leerlingen die zei, nou, ik vind het handig om even een lijstje in beeld te hebben van alle soorten reacties bij deze dit lijstje. Dan gaan we chemisch rekenen en dan begin ik even met de significantie. En de regel daarvan is in 2021 veranderd. En dat is dat je er geen rekening mee hoeft te houden, behalve als in de vraag staat dat je in het juiste aantal significante cijfers moet antwoorden. Dan moet het ook precies goed zijn, je mag er niet meer eentje naast zitten zoals vroeger. Strikt genomen is het zelfs zo dat als je weet er zijn twee significante cijfers in het antwoord, en je schrijft op 8 plus 7 is 15, dat je dat puntje zou kunnen krijgen. Nou goed, je wil het natuurlijk gewoon goed doen en dan moet je even twee basisregels weten. Als je gaat vermenigvuldigen of delen, nou, dat is heel vaak het geval, dan is het kleinste aantal significante cijfers van alle gebruikte meetgegevens hetgene wat bepaalt in hoeveel significante cijfers je antwoord geeft. Nou, hier even twee voorbeelden. 0,021 gram, dat zijn twee significante cijfers. Deze nullen, voordat er iets anders komt, tellen niet mee. 21,00 gram heeft vier significante cijfers. Nullen op het eind tellen wel mee. Ik zeg meetgegevens. Als ik telgegevens heb, bijvoorbeeld je doet drie proefjes en je deelt daarna door drie om het gemiddelde te nemen, hè, dan is dat een telwaarde, die drie, die tel je niet mee. Gegevens uit BINA, zoals de dichtheid, zijn ook meetgegevens. Nou, bij optellen en aftrekken, dat heb je niet zo heel vaak, dan kijk je niet naar het aantal significante cijfers, maar naar het aantal decimaal, het aantal cijfers na de komma. En dan bij PH en POH wordt vaak gevraagd, daar tellen weer alleen de cijfers na de komma mee als significante cijfers. Dat wil zeggen, een PH van 11,37 heeft maar twee significante cijfers, die 3 en die 7. Dan hier in beeld het grote rekenschema. Al deze stapjes ga ik straks even met je langs, maar hier vast even het totale overzicht. Je moet het zo lezen, als je weet hoeveel mol je van iets hebt en je moet weten hoeveel gram je van die stof hebt, dan doe je maal de molmassa. Dus vanaf mol doe je maal de molmassa en dan kom je op gram uit, etc. Als eerste van het rekenschema, wat ik net eigenlijk al zei, rekenen tussen gram en mol. Nou, mol is een eenheid van chemische hoeveelheid, dus een aantal deeltjes. En dan maakt het niet uit welke stof je hebt. Dus een mol watermoleculen zijn evenveel deeltjes als een mol stikstofmoleculen. Het is niet allebei evenveel gram, want een watermolecuul en een stikstofmolecuul hebben verschillende massa, verschillende molecuulmassa. Maar die molecuulmassa is hetzelfde als de molaire massa. Alleen bij molecuulmassa hebben we het over uurtjes en ook bij molaire massa in gram per mol. Als je liever in formuletaal doet, dan kun je zeggen het aantal mol is het aantal gram gedeeld door molaire massa. Als je in het blokschema kijkt, dan zeg je als ik van gram naar mol ga, deel je de molaire massa. Vanaf gram doe je gedeeld door. Nou, die molaire massa die kun je vinden in BINA's 98 of de laatste bladzijde van Science Data. En als de stof daar niet in staat, kun je hem zelf even uitrekenen met de atoommassa's die in het periodiek systeem staan. Dan kijken we naar dichtheid. Dichtheid is eigenlijk wat de massa is van bijvoorbeeld een liter van een stof. En dat is een stofeigenschap. Je kunt de stof eraan herkennen. Bijvoorbeeld goud heeft een dichtheid van 19,3 gram per kubieke centimeter. Gaan we ermee rekenen, dan kun je dichtheid is massa gedeeld door volume toepassen. Natuurkundigen zeggen rho is m gedeeld door v. Kan je ook in het blokkenschema doen. Als je de massa in gram hebt en je doet gedeeld door de dichtheid, gram en gedeeld door bijna met een g, dan kom je op het volume uit. En vanaf het volume keer de dichtheid kom je erop gram uit. Nou, die eenheid van volume, die moeten we even goed in de gaten houden. De dichtheid staat in BINA's verspreid over 5 tabellen, 8 tot en met 12. In Science Data hebben ze daar 1 tabel van gemaakt, 1,9. En bij vaste stoffen staat daar een getal met daarachter 10 tot de derde kilogram meter min 3. En 10 tot de derde kilogram meter min 3 is hetzelfde als gram per kubieke centimeter. Dus heb ik een massa in gram van een vaste stof en deel ik door de dichtheid, kom ik op een getal uit in kubieke centimeter. Bij vloeistoffen staat hetzelfde, 10 tot de derde kilogram per kubieke meter. Dat kun je als kilogram per liter of gram per milliliter opschrijven. Het is bij vloeistoffen meestal gewoon om het in milliliters uit te drukken. Maar een milliliter en een kubieke centimeter is natuurlijk hetzelfde. Bij gassen is dit niet tot de derde weg. Dan heb je als eenheid kilogram per kubieke meter of gram per liter. Dus als ik een massa in gram heb en ik wil de dichtheid bij een gas, dan kom ik op liters uit. Dan moeten we nog even naar de temperatuur kijken. Bij vaststoffen en vloeistoffen is het 293 Kelvin.
En in Science Data bij gassen ook. Maar in BINAS staan de gassen bij 273 Kelvin, 0 graden Celsius. Nou, als je een andere temperatuur hebt, je ook een andere dichtheid, dan moet die dus in de vraag erbij staan. Als je gaat rekenen in oplossingen, dan is het niet alleen belangrijk dat je weet hoeveel gram of liter oplossing je hebt, maar je moet ook weten hoe groot deel van de oplossing nou de stof die je hebt opgelost is en hoeveel water er is. Nou, we moeten dan rekenen met de concentratie en in de scheikunde hebben we dan het over de molariteit. Dat is de concentratie in mol per liter. De eenheid molair, met een hoofdletter M afgekort, is hetzelfde als mol per liter. Dus 1 molair is 1 mol per liter. En je gebruikt dit begrip dus in oplossingen. Nou, het rekenschema zegt dit. Als je het aantal mol weet en je deelt door het aantal liter oplossing, dan kom je op de molariteit. En andersom, de molariteit keer het aantal liter oplossing, wordt het aantal mol. Hier kun je daar een formuletje van zien. Een voorbeeldvraagje is om het aantal mol OH- te berekenen in 200 ml 0,020 molair kalkwater. Je kunt hem eerst zelf proberen natuurlijk. Eerst moet je dan weten wat kalkwater is. In BINAS 66a of Science Data 10.2a zie je dat het een oplossing van calciumhydroxide in water is. In formuletaal Ca2+ en 2OH-. Nou, dan moeten we even kijken, want die 0,020 mol kalkwater per liter betekent dat er dan twee keer zoveel, dus 0,040 mol per liter OH- is. Nou, om het aantal mol OH- dan te berekenen, doe ik het aantal liter keer het aantal mol per liter. Als je naar eenheden kijkt, liter keer mol gedeeld door liter, dat wordt weer mol. Nou, dan zie je het antwoord 0,0080 mol. In de wetenschappelijke notatie mag ook 8,0 maar 10 min 3 mol. Nou, dan gaan we rekenen aan reacties. Dat gebruik je als je van een bepaalde stof weet hoeveel er is en van een andere stof moet weten hoeveel er ontstaat of nodig is om te reageren. Nou, daar hebben we een stappenplannetje voor. Hier staan de 6 stappen. Ik zal zo een voorbeeldje laten zien met deze 6 stappen. Maar wil je meer filmpjes of voorbeelden zien, schijkenhvwo.nl, kun je het allemaal vinden. Dezelfde 6 stappen, maar nu aan de hand van het voorbeeld. En dat is hoeveel CO2 ontstaat er in gram als je 10 ml ethanol volledig verbrandt. Nou, begin ik met de reactievergelijking. Ethanol is C2H6O. Je ziet hem hier. Of C2H5OH. Krijg je deze vergelijking. Dan ga ik kijken naar de molverhouding tussen de gegeven en gevraagde stof. Met gegeven bedoel ik waar een getal bij staat. En dat is ethanol. Dat kan ik gaan rekenen. En gevraagd is, nou wat ze willen weten. Dat is altijd duidelijk, hè? Hoeveel gram CO2. Dus CO2 is de gevraagde stof. Molverhouding van 1 mol ethanol wordt 2 mol CO2. Betekent bij stap 3 dat ik de 10 ml ethanol naar mol moet rekenen. Het gaat om 2 stapjes. Eerst even met de dichtheid. Deze dichtheid kun je vinden in BINAS of Science Data. 0,80 maar 10 tot de derde kilogram meter min 3 is hetzelfde als 0,80 gram per milliliter. Dus moet je nog even terugkijken bij de dichtheid als je dat nog lastig vindt. Ik heb dus 8 gram ethanol. Als je dat gaat delen door de molaire massa van ethanol, kom ik het aantal mol ethanol. Nou, als ik in de vergelijking kijk, dan is het 1 mol ethanol op 2 mol CO2. Dat heb ik hier ook al gezegd. Dus het aantal mol CO2 is 2 keer zoveel, afgerond 0,347 mol. Nou, dat gaat dan in stap 5 naar de gevraagde eenheid, dat is gram. Dus ik ga het keer de molaire massa van CO2 doen en dan kom ik op 15,2 gram uit. De laatste stap is om even te kijken, klopt je antwoord? Dus kijk even naar de eenheid, nou, moet in gram, dat staat er. Naar de significantie als ze erom vragen, nou, 2 significante cijfers, hè. Kijk naar de getallen in de vraag, dat ben ik 0,80. En kijk even of het een beetje zou kunnen, hè. 10 ml en 15 gram, dat zou wel kunnen. Kom ik 15 miljoen kilogram uit, dan heb je vast een foutje ergens gemaakt. Nou, bij het rekenen aan reacties hebben ze het wel eens, officieel moet je het woord kennen, het wordt eigenlijk nauwelijks gebruikt, de stoichiometrische verhouding, dan is het de molverhouding. En als je het in de goede verhouding bij elkaar doet, dan reageert het allemaal. Je kunt ook rekenen met massaverhoudingen, wordt vooral in de derde klas vaak gebruikt. Nou, dan kun je eigenlijk zeggen, nou 1 mol ethanol, dat is 46,068 gram, de molmassa, dat reageert met 3 mol zuurstof, dus 3 keer 32 is 96,00 gram. En je mag ook rekenen aan de massaverhouding. Soms worden stoffen niet in de juiste in de stoichiometrische verhouding bij elkaar gedaan. En dan is één van beide stoffen in overmaat. Dus stel ik neem 80 gram ethanol en 96 gram zuurstof. En dan zal, kun je hier zien, al dat zuurstof wel reageren, maar niet alle ethanol. Dan blijft er 80 min die 46,08 gram ethanol over. En dat is dan in overmaat. En dat betekent dat de andere stof in ondermaat is, de zuurstof. Dus je kan hier geen volledige verbranding krijgen.
Wordt een lange zit, maar we moeten ook nog even kijken naar een aantal maten van gehaltes, procent, ppm en ppb bijvoorbeeld. Nou, percentage is deelgedeeld door geheel konden procent, dat heb je vast vaker gehoord bij andere vakken. Dan hebben we massaprocent, dan doe je de massa van het deel, de massa van het geheel, keer 100%. En dan moet je daarop letten dat de massa van het deel en het geheel allebei dezelfde eenheid hebben. Allebei milligram, kilogram, gram, als het maar hetzelfde is. Je kunt ook in plaats van massa volume hebben. Nou, hier heb ik bij ppm, dat betekent parts per million, even volume ingetypt. Dan doe je dus het volume van een deel gedeeld door het volume van het geheel. Nou, bij parts per million doe je niet keer 100%, maar keer een miljoen. Dus keer 10 tot de macht zesde. Dat gebruik je vooral bij hele kleine gehaltes, waar maar weinig van aanwezig is. Bijvoorbeeld als ik zeg, ik heb 2,0 mass ppm van iets in 5 gram. En wil weten hoeveel gram van dat iets heb je dan? Dan zeg ik, ik heb 2 miljoenste deel. Dus 2 maal 10 tot de min zesde keer die 5 gram, dan komt een getal uit in gram. Nou, bij ppb, dat staat voor parts per billion, dan ga je niet 10 tot de zesde, maar 10 tot de negende. Billion is miljard in het Nederlands. En dat kun je ook weer met volume hebben en met massa. Nou, na al dat gerekend, tijd voor iets anders, koolstofchemie. Dan begin ik even met koolwaterstoffen. Nou, dat zijn stoffen die alleen uit de elementen koolstof en waterstof bestaan. Uit twee groepen die jullie moeten kennen. De eerste dat zijn de alkanen. Dat zijn verzadigde koolwaterstoffen. Methaan, ethaan, propaan. En die hebben alleen maar enkele bindingen. Nou, de algemene formule hiervan is CnH2n+2. En als je daar bijvoorbeeld 1 invult, krijg je een C1H4, CH4, dat is methaan. Nou, het rijtje methaan, ethaan, propaan kun je gewoon in Binance of Science Data vinden. Is er een dubbele binding aanwezig, dan is het een alkeen. En dan hebben we als formule CnH2n. Bijvoorbeeld C5H10. Nou, die heb ik hier staan. Dit is pent2-1. En dat cijfer 2, dat moet er even bij, omdat de dubbele binding op meerdere plekken kan zitten. Hij begint hier bij de tweede C. Dus dit is pent2-1, een voorbeeld van een alkeen. Je kunt hem ook zo tekenen. Het is gewoon iets anders genoteerd. De hoeken zijn wat anders aangegeven, maar dit is ook gewoon pent2-1. En soms wordt het ook zo aangegeven. Hier worden de C-atomen niet getekend. Alleen de bindingen tussen de C-atomen en de haakjes worden helemaal weggelaten. Deze notatie zul je pas tegenkomen als je wat verder in de scheikunde gaat, maar heel misschien zie je hem ook wel eens een keer in een toetsvraag staan. Dan hebben we de alkanolen. Dan hebben we niet alleen maar koolstof en waterstof, maar ook een zuurstof erbij. Namelijk een OH-groep. Nou, dit is bijvoorbeeld butaan 1-ol. Je moet altijd wel met een zo laag mogelijk nummer beginnen. Dus niet zeggen butaan 4-ol, maar we beginnen hier aan deze kant met tellen. Een andere stof van butanol is butaan 2-ol en dan zit de OH aan de tweede C. Dus de stof butanol bestaat niet. Je moet zeggen of het butaan 1-ol of butaan 2-ol is. 3-ol en 4-ol kunnen niet. Dit is een voorbeeld van twee stoffen die isomeren van elkaar zijn. Het zijn verschillende stoffen, ze hebben een verschillende structuurformule, maar beide dezelfde molecuulformule, namelijk C4H10O. Iets anders met koolstof, waterstof en zuurstof, dat zijn de carbonzuren. Die hebben een dubbelgebonden O en een OH. En dan kijk je gewoon hoeveel C's je hebt. Heb je 1 C is methaan en dit is dus methaanzuur. Heb je 2 C's, ethaanzuur en zo kun je het rijtje afmaken. Dus denk er wel even aan, soms denken mensen wel eens, hey, deze C die heet zuur en dit is dan methaan. Nee, je telt beide C's, ethaan, dus ethaanzuur. Hier nog even een voorbeeld van een vraag hierover om op microniveau uit te leggen waarom methaanzuur goed oplost in water bijvoorbeeld. En dan kun je zeggen, methaanzuurmoleculen hebben OH-groepen en die kunnen waterbruggen vormen met watermoleculen. Dit zijn begrippen op microniveau, dus lost methaanzuur goed op in water. Dat is een heel ander soort vraag die je hierover krijgt, maar als je dat als vraag krijgt moet je wel weten dat dit methaanzuur is en dat er dus een OH-groep in zit. Laatste groepje stoffen, dat zijn de amine. Ook die kunnen waterbruggen vormen. Die hebben namelijk een NH2-groep. En nou, dan kun je dus methaanamine hebben bijvoorbeeld. En heb je bijvoorbeeld 3 C zoals hier bij propaan. Dan kun je met een cijfer aangeven dat het propaan 2-amine is. Want er bestaat namelijk ook propaan 1-amine. En dat is een isomerie van een andere stof. Esters, dat zijn geurstoffen. Je hoeft daar niet de naam van te weten. Maar je moet wel kunnen tekenen hoe ze ontstaan. En ook kunnen herkennen of iets een ester is.
Nou, om een ester te maken heb je nodig een alcohol en een carbonzuur. Het voorbeeld is hier methanol als alcohol en butaanzuur als carbonzuur. Nou, die twee OH-groepen die trekken elkaar aan, hetzelfde idee als de waterbruggen, en daar gaat dan water uit ontstaan. Dus we krijgen ook altijd water bij het maken van een ester. Deze O hier en deze C met de dubbelgebonden O, die gaan aan elkaar zitten, zodat O weer twee bindingen heeft en C 4. En dit hier is dan een ester. Nou, dit groepje hier, CO, C dubbelgebonden O, dat is het kenmerk van een ester, daar kun je een ester ook aan herkennen. Nou, deze reactie kan twee kanten op. De reactie naar links, waarbij een ester en water carbonzuur en alcohol worden, dat noemen we hydrolyse. Nou, in de praktijk krijg je dus eigenlijk je alle vier die stoffen hebt en de ester die drijft eigenlijk op de rest. Want dit heeft OH, dit heeft OH, dit heeft OH, kan allemaal onderling oplossen en waterbruggen vormen en die ester kan geen waterbruggen vormen. Dan substitutiereacties. Substitutie betekent vervangen en wat er vervangen wordt is een H-atoom door een chloor of een broom. In het algemeen kun je zeggen dat een alkaan met brom of chloor reageert tot een halogeenalkaan. Een halogeenalkaan is een alkaan waarbij 1 H veranderd is in brom of chloor hier. En dan staat er ook nog waterstofbromide of waterstofchloride. Voor deze reactie is licht nodig. Als voorbeeld propaan als alkaan met brom. Vaak zeggen ze bromwater, dat is BR2 opgelost in water. Oplosmiddel water noteren we niet. Dus we noteren gewoon BR2. Dat wordt dan C3H7BR. Dit is de halogeenalkaan. En bedenk goed dat in zo'n halogeenalkaan je dus niet C3H8 hebt. Maar één van de 8 H's is een BR geworden. Dus wordt C3H7BR. En dan ontstaat er ook nog HBR. Hier nog even een reactie in structuurformules. Deze H en deze brom wisselen van plek. De brom komt hier en dan krijgen we HBR als bijproduct. Nou, de stof die hier ontstaat, dat is 1-bromopropaan, is maar één van de mogelijkheden. Het had ook gekund dat bijvoorbeeld deze H werd uitgekozen om met een brom te wisselen. En dan krijgen we dit hier, dit is 2-bromopropaan. Dus 2-bromopropaan en 1-bromopropaan kunnen beide ontstaan. Er kan ook meer dan één H-atoom door een brom worden vervangen. Dat staat dan ook altijd bij in de vraag, zoals bijvoorbeeld in deze vraag uit het eerste tijdvak van 2021. Hier staat de stof fenol rood, waarbij een reactie met brom plaatsvindt, waarbij 4 H-atomen door 4 bromatomen worden vervangen. Er staat bij dat het vergelijkbaar is met de substitutiereactie die we net hebben gezien. Nou, hier nog een keer de formule van dat fenol rood. Van die 14 H's gaan er 4 H's weg, dus ik hou 10 H's over. En er komen 4 bromatomen voor in de plaats. Nou, om 4 bromatomen hier aan vast te krijgen, heb ik 4 keer BR2 nodig. En niet denken dat het 4 BR is, want brom is een tweeling. En ik krijg namelijk ook nog 4 HBR. Want elke keer als er een H en een brom van plek wisselen, gaat er een brom aan de grote stof zitten en krijg je HBR. Nou, dat gebeurt dus gewoon 4 keer. Dus vandaar 4 BR2 voor de pijl en 4 HBR na de pijl. Een ander soort reactie met koolstofverbindingen, dat is additie. Dat betekent letterlijk optellen. Bij een additie hebben we een dubbele binding, een C-C-binding, die wordt omgezet in een enkele binding. Of heel af en toe een drievoudige die een dubbele binding wordt. En hierbij worden twee stoffen omgezet tot één stof. Voorbeeldje hier, we hebben hier propeen, dat is een alkeen. Daar zit dus een dubbele binding in. Dat reageert met broomwater, broom opgelost in water. En dan verdwijnt de dubbele binding. En op de C-atoom waar de dubbele binding tussen zat, de eerste en de tweede, komt er een extra broom te zitten. Dus CH2BR, CHBR, CH3 wordt het dan. Nou, broomwater heeft een gele kleur, dankzij broom wat erin is opgelost. En dat broomwater ontkleurt als je het mengt met propeen. Dus op deze manier kun je ook kijken of ergens een dubbele binding in zit, door te kijken of het broomwater kan ontkleuren. Geef ik deze vergelijking in molecuulformules, zoals die hier staat, dan kun je ook zien waar het woord additie optellen vandaan komt. Het reactieproduct, de formule ervan, is de optelsom van beide beginstoffen. Hier een ander voorbeeld. Propeen reageert met waterstofbromide, HBR, 1 keer H, 1 keer brom. En dan kunnen we twee verschillende stoffen krijgen. De H kan links komen en de brom rechts. Nee, dit is 2-bromopropaan of andersom. Brom links en H rechts, dan krijgen we 1-bromopropaan. Dus er kunnen soms wel twee verschillende stoffen ontstaan. Nou, lijkt misschien wat raar, ik zei net, er ontstaat één stof.
He, dus als je een vergelijking maakt in molecuulformule, zie je één formule na de pijl. Maar het kan wel zijn dat het op meerdere manieren kan, dus dat er twee verschillende isomeren ontstaan, zoals hier. Via een additiereactie kun je ook een polymeer maken, een additiepolymeer. Dat is een hele grote stof gemaakt van steeds dezelfde bouwsteentjes, monomeren. In een additiepolymeer krijgen we een hoofdketen waarin alleen maar C-atomen zitten. Om dat voor elkaar te krijgen heb ik een monomeer nodig met een dubbele binding erin en een initiator of UV-lichter om het op gang te brengen. Ik ga jullie even een voorbeeldje laten zien van polybut 1,1. Hier staat but 1,1, ietsjes anders getekend dan je misschien gewend bent. Ik laat hem lijken op ethene, dus C-dubbele binding C. En als wat er verder aan zit, die haatjes en deze C2H5 teken ik eronder of erboven. Meestal moet je drie monomeer-eenheden tekenen uit het midden van zo'n polymeer. Dus ik teken gewoon drie keer but 1,1 naast elkaar. Nou, dan klappen de dubbele bindingen open. En daarvoor is wel nodig dat je een initiator bij doet of UV-licht. En de elektronen die hier die dubbele binding vormden, die gaan uit elkaar. We krijgen hier een losse elektron en daar eentje. Nou, dat gebeurt ook bij deze en ook bij deze. En dan kun je daarna weer nieuwe bindingen krijgen. Hier zie je die nieuwe binding en die twee elektronen vormen weer een paar, weer een binding. En via deze binding zijn de monomeer-eenheden aan elkaar gebonden. Hier nog eentje en aan begin en eind teken ik een kringeltje, omdat het polymeer daarvoor en daarna nog een stukje verder gaat. Nou, dan komen we bij de condensatiepolymeren. Het verschil met de additiepolymeren is dat in de hoofdketen niet alleen maar C-atomen zitten, maar ook een N of een O. Bij het maken van zo'n condensatiepolymeer ontstaat natuurlijk een polymeer, maar ook een kleine stof en dat is eigenlijk bijna altijd water. Voorbeeld van condensatiepolymeren zijn de polyesters. En ik ga jullie even een voorbeeldje laten zien van een copolymeer gemaakt van deze stof hier, ethaandizuur, en deze stof propaan-1,3-diol. Nou, net als bij een gewone ester gaat de OH van het zuur en de H van het alcohol water vormen. Dus wat hier in het groen staat, dat wordt water. Dat kan aan deze kant nog een keer gebeuren. Hier kan je nog een ethaandizuur, zo'n blauwe, achterdenken. En hiervoor komt ook weer zo'n propaan-1,3-diol. Dus deze OH gaat ook weer reageren. Het blijft zich allemaal steeds herhalen. Nou, als ik die watermoleculen weghaal, dan heb ik eigenlijk dit stukje wat zich steeds herhaalt. Dat hier een blauwe was over van ethaandizuur. En hier in het rood was over van propaan-1,3-diol. En begin en eindig je met een kringeltje. Hier een ander soort condensatiepolymeer. Hier staat de N in de hoofdketen. En de vraag is nu, als dit het polymeer is, wat is dan het monomeer? Nou, je herkent hier misschien wel de peptidebinding die je ook in eiwitten hebt. Nou, ik ga hem eerst even verdelen in groepjes en monomeereenheden in stukjes die zich steeds herhalen. En dus bij die rode streepjes dat hier tussen zit, tussen die twee rode streepjes, dat was een monomeer. Bij het maken van dit polymeer is er ook water vrijgekomen. Dus ga even kijken hoe dat water dan aan die monomeren zat. Nou, de OH van water die zit hier aan de C-dubbel gebonden O. En dit is een zuurgroep dan. En de H van water zit aan de NH. En dit is een NH2-groep. Nou, een zuurgroep en een NH2-groep kunnen ook met elkaar reageren onder afsplitsing van water. En dan kun je ook een polymeer mee maken, zoals hier. Moeten we nog wel even antwoord geven op de vraag. Dit is de structuurformule van het monomeer. Misschien herken je hem wel. Dit is een aminozuur en het antwoord op deze vraag. Thermoplast en thermoharder. Wat is het verschil? Nou, een thermoplast die wordt zacht als je het verwarmt. En dat betekent dat je hem kunt smelten en ook kunt omsmelten. Van afval van thermoplasten kun je bijvoorbeeld hectometerpaaltjes maken. Het zijn ketenpolymeren en dat betekent dat er geen dwarsverbindingen tussen de ketens zijn. Nou, dit stelt hier een polymeerketen voor en dit ook. En die zitten niet zo aan elkaar vast. Er zijn wel zijtakjes hier getekend, dat doet er niet toe. Als het wel aan elkaar vast zit, dan is eigenlijk hier rechts getekend. En dan hebben we ketens, maar hier heb ik bijvoorbeeld een dwarsverbinding, een crosslink. Dan heet het een thermoharder. En een thermoharder kun je niet omsmelten. Dat betekent dat als je een thermoharder maakt, door een polymerisatiereactie, dat je meteen in een goede vorm moet maken. Dus in de mal die de vorm heeft van het product dat je wil hebben. Een thermoharder is dus wat heet een netwerkpolymeer, omdat er dwarsverbindingen of crosslinks geheten tussen de ketens zitten. Hier nog twee technieken die gebruikt worden bij het maken van iets van een thermoplast. Maar je kunt thermoplasten in korrels
maken. Bij de polymerisatiereactie maak je er korrels van en die kun je smelten. Nou, die kunnen met spuitgieten in een mal, ook wel matrijs heet, gespoten worden, dat de juiste vorm krijgt. En je kunt ook gaan extruderen. Nou, ook daar spuit je eigenlijk een vloeibaar thermoplast. En dan maak je bijvoorbeeld een hele lange buis van bijvoorbeeld PVC, die je in stukjes kunt snijden daarnaast. Nou, je kan er ook in blazen, lucht doorheen zetten en dan kun je bijvoorbeeld een vuilniszak maken. Nou, nog een paar dingetjes over polymeren. Polymeren kunnen bijvoorbeeld afgebroken worden door UV. En met name als er dubbele bindingen, C-dubbele-C-bindingen in zitten. En natuurlijk als er weinig crosslinks zijn. Als er heel veel crosslinks zijn en er gaat ergens iets een bindingje kapot, dan is er niet de hele keten kapot. Met weinig crosslinks natuurlijk wel. Ander iets, dat zijn weekmakers. Nou, je ziet hier eigenlijk een schematisch plaatje. Weekmakers zijn kleine moleculen die echt tussen die polymeerketens gaan zitten. En die zorgen ervoor dat de Van der Waals bindingen tussen die lange ketens zwakker worden. Dat betekent dat het makkelijker te bewegen is, dat het flexibeler is, dat het zachter aanvoelt. Het woord composiet moet je overigens ook kennen. Dat is iets wat samengesteld is uit meerdere materialen. Bijvoorbeeld koolstofvezels en kunststoffen. Denk bijvoorbeeld aan fietsen waar Tour de France renners op fietsen. Het woord biodegradeerbaarheid betekent dat het af te breken is in de natuur. Bijvoorbeeld door bacteriën. Dat zijn dingen die je kunt composteren. Wordt vaak door elkaar gehaald met biogebaseerde polymeren. Biogebaseerd is dat het gemaakt wordt uit hernieuwbare grondstoffen. Uit planten die je opnieuw kunt laten groeien. Dan gaan we kijken naar de ketenlengte, die ook wel polymerisatiegraad wordt genoemd. En dat is eigenlijk hoeveel van die monomeren in zo'n polymeermolecuul zitten. Nou, heb je langere ketens, dan zijn de Van der Waals bindingen tussen de ketens sterker en is het materiaal ook steviger. Nou, dan kun je ook sommetjes mee krijgen. Hier staat een voorbeeld van een sommetje met polymelkzuur. Het uiteinde van polymelkzuur. Dat wil zeggen, er staat een kringeltje aan het begin, maar niet op het eind. Dus er komt hier nog een heleboel voor, maar er komt niks meer na. Nou, we moeten de gemiddelde ketenlengte gaan berekenen als de gemiddelde molecuulmassa 3,0 x 10 tot de 5e U is. Nou, daar staat gemiddelde bij, omdat die ketens natuurlijk niet allemaal even lang zijn. Nou, dan gaan we kijken, om dat uit te kunnen rekenen, wat is nou het stukje wat zich steeds herhaalt? Dat is het stukje waar hier dat groene ding omheen staat. Dat heb je een heleboel keer achter elkaar. Dan heb je aan het begin en aan het eind ook nog een OH'tje, maar die nemen we even niet mee, want dat valt weg omdat we toch een hele grote stof hebben. Hè? 300.000 U staat er. De massa van dat stukje in het groen, de repeterende eenheid, het stuk wat zich steeds herhaalt, de monomeereenheid, je kunt er meerdere namen aan geven, is 3 keer de massa van C, 4 keer die van H en 2 keer die van O, komt neer op 72,062 U. Dan gaan we kijken hoe vaak past dat nou in die totale massa. Nou, de massa 3,0 x 10 tot de 5e delen we dan door die 72,062. Dan komen we uit op afgerond 4,2 x 10 tot de 3e monomeerenen gemiddeld per polymeermolecuul. Een veelgemaakte fout hier is om niet de massa van een monomeereenheid, maar van het monomeer te nemen. Hier staat het monomeer. Het verschil is dat bij een monomeer ook nog water aan zit. Een OH hier en een OH daar. Maar bij het maken van de polymeer is wat hier rood is, het water ook vrijgekomen. Dus de massa van dat water zit niet in de massa van het polymeermolecuul. Dus neem altijd de massa van het stukje dat zich steeds herhaalt, de monomeereenheid, als je dit soort sommetjes moet maken. Dan biochemie, waarbij we beginnen met de eiwitten. Eiwitten zijn samen met koolhydraten en vetten de hoofdgroepen van de voedingsstoffen. En eiwitten, zoals je misschien wel weet, zijn opgebouwd uit aminozuren. Hier zien we een stukje uit zo'n eiwit waarbij 3 aminozuren aan elkaar zitten. Kringeltje aan begin en eind geeft aan dat het midden is van een hele lange keten. De binding waarmee die aminozuren aan elkaar gebonden zijn, hier in het groen, heet een peptidebinding. De C-O hier, die was van de zuurgroep van een aminozuur en een NH is van een NH2-groep, aminogroep van het volgende aminozuur. Nou, dat kan ook verbroken worden, die peptidebinding, dat heet hydrolyse en dan krijg je weer aminozuren. En met die aminozuren kun je weer nieuwe eiwitten maken. Als je heel veel eiwitten eet, kan het ook een bron van energie zijn. Dan wordt het afgebroken en dan krijg je onder andere ureum. Als zo'n eiwit is gegeven, moet je ook kunnen herkennen welke aminozuren hierin zitten. Ik heb hier even de structuurformules van die 3 aminozuren ondergeplakt. Dit is serine, de zijgroep CH2OH, die zie je hier. Nou, threonine en proline. Je kunt dit met afkortingen ook zo noteren, kringeltje, ser, tr, pro, kringeltje.
Proline is een beetje een wonderlijk aminozuur. Je ziet hier dat die N maar één H heeft. En die ene H die gaat water worden als je peptidebinding vormt. Dus bij proline heb ik niet zoals hier CLOONH, maar CLO en dan alleen maar een N. Omdat er al een C aan die N zit en al eenmaal drie bindingen heeft. Threonine hoort bij de essentiële aminozuren. Dat kun je zien aan het voetnootje 2 in BINAS of het begin van tabel 13.7 in je Science Data. Een essentieel aminozuur is een aminozuur dat je niet zelf kunt maken en dus binnen moet krijgen via je voeding. Hydrolyse noemde ik net al even, dat moet je ook in een vergelijking kunnen weergeven. En bijvoorbeeld hydrolyse van dit eiwit. En soms staat erbij dat niet alle peptidebindingen worden verbroken. Zoals hier wordt alleen de binding tussen serine en threonine en niet tussen threonine en proline verbroken. Het kan ermee te maken hebben dat er een enzym aanwezig is. En enzymen kunnen niet alle reacties versnellen, maar bijvoorbeeld alleen maar het afbreken van bepaalde peptidebindingen. Nou, dat zijn dus deze en deze bindingen die verbroken worden, tussen serine en threonine, etc. En daarvoor is water nodig. Om precies te zijn twee watermoleculen, want er worden twee peptidebindingen verbroken. Wat krijgen we dan? Het stukje eiwit wat hier over is van serine met de zuurgroep. Hier krijg je gewoon threonine. Het water is hier OH en H daar gaan zitten. En als laatste krijg je hier dan proline, waar dat kringeltje weer verder gaat. Dan gaan we hier even kijken naar de zijgroepen van de aminozuren. En dan bedoel ik hier het stukje wat de witte achtergrond heeft, wat verschilt tussen de verschillende aminozuren. Wat hier een groene achtergrond heeft, is bij alle aminozuren hetzelfde. Nou, die zijgroepen van die aminozuren bepalen hoe ze kunnen binden aan andere aminozuren, hoe een eiwit gevouwen kan worden. Nou, je hebt hydrofiele zijgroepen, hier zien we een OH-groep, en die kan dus waterstoffen vormen. Dit hier bestaat alleen maar uit C's en H's en is dus juist hydrofoob. Wordt aangetrokken door andere hydrofobe zijgroepen. Er zijn ook aminozuren waar het afhangt van het pH hoe ze eruit zien. We zien hier een voorbeeldje. Hier zien we een zuurgroep in de zijgroep. En dit hier is de hoofdketen van het eiwit. En als je hier een base bij doet, dus als je hem in basisch milieu brengt, dan gaat die H weg en dan wordt het een O-. Dus het zuur staat eigenlijk een H plus af in het basismilieu. Nou, als ik twee van deze dingen heb met die OH-groepen, die trekken elkaar aan met waterstofbruggen, maar twee keer COO min, dat stoot elkaar juist af. Dus de pH kan effect hebben op de structuur. Nou, bekend voorbeeld, dat zijn enzymen, dat zijn eiwitten, die hebben een pH-optimum. Dat betekent dat ze bij bepaalde pH het beste werken. En dat ligt ook aan de vouwing van het eiwit wat het enzym is. Nou, er zijn ook aminozuren. Hier zien we lysine die juist in zuurmilieu van lading veranderen. Hier hebben we een NH2-groep, dat is een basische groep. Die kan in zuurmilieu een H+ opnemen. En dan verandert de NH2-groep in een NH3-groep. En twee NH3-groepen kunnen elkaar natuurlijk ook weer afstoten. Dan gaan we kijken naar de vetten of oliën. Hier zie je een voorbeeld staan van een triglyceride van glycerol en vetzuren. Nou, het ziet er altijd best ingewikkeld uit, maar het komt voor een groot deel neer op overschrijven uit BINAS of Science Data, deze tabellen. Je ziet hier drie keer een lange staart, dat zijn vetzuurstaarten, hydrofobe staarten, alleen maar van C'tjes en H'tjes. We zien ook een estergroep, eigenlijk drie estergroepen, en dat komt omdat die drie vetzuren veresterd zijn met glycerol, dat is een ding met drie C'tjes met aan elke C een OH-groep. Gaan we kijken naar een vraag die hierover gesteld zou kunnen worden. Dat is de vraag, als je dit triglyceride zou hydrolyseren, dan krijg je vetzuren. Zijn die vetzuren nou verzadigd of niet? Nou, onverzadigd betekent dat er C-dubbele-C-bindingen aanwezig zijn. En onverzadigde vetzuren zijn een stuk gezonder om op te heffen dan verzadigen. Vandaar dit soort vragen. Als die verzadigd is, dan heb je deze formule van het vetzuur. CnH2n plus 1 en dan de zuurgroep. Nou, bij de alkanen ben je misschien gewend aan CnH2n plus 2. Nou, dit komt een beetje op hetzelfde neer, omdat de laatste C, nou hier is die getekend, niet een haartje aangeeft, maar in ieder geval deze C ook van de zuurgroep. Dus vandaar niet 2n plus 2, maar 2n plus 1. Vul ik 17 in voor n, dan zou ik C17H35COH krijgen. Dan is hij verzadigd. Nou, ik heb maar 29 haartjes, betekent dat hij onverzadigd is, niet verzadigd. Nou, er zijn 6 haartjes te weinig,
35×29. Dat betekent dat er 3 C-dubbele C-bindingen aanwezig zijn. Want aan elke C staat een H'tje minder en 3 dubbele bindingen is 6 C'tjes met een H minder. Dat betekent dat dit meervoudig onverzadigd is. Er is meer dan 1 C-dubbele C-binding. Zou er 1 C-dubbele C zijn, dan heet het enkelvoudig onverzadigd. Een volgende voorbeeldvraag is dat we de vergelijking moeten geven van de hydrolyse van een triglyceride gemaakt van glycerol en palmitinezuur. En daarbij is een enzym aanwezig dat alleen maar de esterbinding aan de eerste en de derde C van glycerol kan verbreken. Eerst gaan we even kijken hoe zo'n triglyceride van glycerol en palmitinezuur eruit ziet. Nou, hier zie je het algemene plaatje. Glycerol reageert met 3 vetzuren. En we zien hier die 3 staarten. Nou, het verschil tussen verschillende triglyceriden zit hem in die 3 staarten. Hier zie je palmitinezuur. En dan moet je even goed kijken dat in de structuurformule van palmitinezuur de zuurgroep hier aan de rechterkant is getekend. Terwijl hier eigenlijk die aan de linkerkant staat. Dus eigenlijk moet ik het molecuul even omdraaien. En dan gaat deze C-dubbele gebonden O, die zien we daar terug. En dan vormt hij daar de ester met het glycerol. Nou, die staat, die kort ik even af, met C15H31. En dat kun je gewoon natellen. En dan is dit eigenlijk de structuurformule van dat triglyceride. Nou, dan staat hier het antwoord op de vraag. Bij die release heb ik in dit geval 2 watermoleculen nodig, omdat alleen maar deze en deze esterbinding verbroken wordt. Dan krijg ik ook 2 keer palmitinezuur. Die teken ik op deze manier. Dus ik heb hier de zuurgroep links getekend. Je mag natuurlijk ook 180 graden gedraaid tekenen. En de middelste blijft eigenlijk zitten. Dus deze binding wordt niet verbroken. Er is geen geschikt enzym voor aanwezig. Dus hier houden we eigenlijk gewoon die esterbinding. Nou, deze reactie is eentje tussen een ontzettend hydrofobe stof en water. Dat zal dus niet makkelijk gaan. En vandaar dat het eigenlijk wel logisch is dat hier ook een enzym voor nodig is. En dat dus zonder enzym deze reactie ook niet plaats kan vinden. Dan de koolhydraten bestaan uit C'tjes, H'tjes en O'tjes. En de allerbekendste is natuurlijk glucose, C6H12O6. Dat noemen we ook wel een monosaccharide, omdat het één zo'n ringetje bestaat. Nou, deze structuurformule ziet er ingewikkelder uit dan die is. Die kun je vinden in BINAS of je Science Data. Dat is een schematische structuurformule. Dit is hoe het eruit ziet op de manier zoals je gewend bent. Dus hier bijvoorbeeld staat een C-atoom die niet getekend is, die staat hier wel. Nou, de OH-groepen die staan er wel, maar bijvoorbeeld het H'tje wat hier aan zit, staat in die schematische notatie niet en hier wel. Dus dit is eigenlijk de gewone notatie, maar meestal wordt deze gebruikt. Nou, glucose kun je natuurlijk maken met fotosynthese, een hele bekende reactie. En glucose kun je ook vergisten, waarbij je dus alcohol maakt en CO2, bijvoorbeeld als je bier gaat brouwen. Je kunt van die monosacchariden ook disacchariden maken door ze met elkaar te laten reageren. En dan krijg je een ding met 2 van die ringetjes die op deze manier via zijn O'tjes zijn verbonden. Bij het aan elkaar koppelen komt er ook water vrij. Nou, disacchariden kun je ook op deze manier tekenen. Nou, nu hebben we de mono- en de disacchariden gezien. Nou, we tellen eigenlijk 1, 2 veel, want de volgende stap dat zijn meteen de polysacchariden. Dat zijn een heleboel van die monosacchariden aan elkaar vast. Nou, een voorbeeld is amylose of zetmeel. En dat is dit. En dan zie je steeds diezelfde ringetjes. Dat is eigenlijk dus een polymeer van glucose. Nou, als dat glucose aan elkaar koppelt, dan wordt dat ook wel eens zo opgeschreven, hè, in molecuulformules. Niet in de schematische structuurformules zoals hier. Dan heb ik dus N keer glucose, dus N monomeren. En die gaan aan elkaar vastzitten. Nou, elke keer als er 2 aan elkaar binden, komt er water vrij. Dus wat hier tussen haakjes staat, is niet C6H12O6, maar C6H10O5. Het verschil tussen H12O6 en H10O5 is die water. Hier zet ik het tussen haakjes met een N erachter. Daarmee bedoel ik dat het stukje tussen haakjes zich steeds herhaalt. Dit is 1 stof, bestaan uit heel vaak hetzelfde bouwsteentje. En elke keer komt er ook H2O vrij. Dus ik heb ook weer N keer H2O. Ik zet hem hier niet achter. Water is niet een polymeer. Dus ik zou me iets van ijzer zo kunnen voorstellen. Dat is het niet. Dus ik zet dit ervoor. Want ik heb N keer water. Ik heb ook N keer de monomeer. En helemaal aan het begin aan het eind is natuurlijk nog wel een los OH-groepje. Daar doen we hier niet moeilijk over. Omdat het toch uit ontzettend veel glucose-eenheden bestaat. Dus dit is eigenlijk de reactievergelijking van het maken van zetmol uit glucose. Draai die vergelijking om.
dan krijg je hydrolyse en dan kun je dus weer glucose uitzetmeel maken. Nou, er staan meer polysacchariden. Glycogeen is ook een voorbeeld. Nou, dat kun je opslaan in je lever, in je spieren. En daar kan dan weer glucose uitgemaakt worden, wat je weer kunt gebruiken om iets te verbranden, ATP te maken, je spier te laten bewegen, etc. Het grote volgende onderwerp is zuren en bazen. Eén examen komt dat meer voor dan het andere. We gaan even wat definities langs en straks ook wat sommen maken. Nou, wat is een zuur? Een zuur is een deeltje dat H+ af kan staan. En als je ook echt van H+ afstaat, reageert hij als zuur. Een base neemt juist een H+ op. Heb je een zuur-basenreactie, dan reageert een zuur met een base. En dan staat een zuur dus H+ af aan een base. Hieronder een voorbeeld van een zuur-basenreactie, waarbij we ethaanzuur hebben. Nou, de naam zegt al dat het een zuur is. Ethaanzuur is het carbonzuur met 2 C-atomen, CH3COH. En dat reageert hier met natronloog. Natronloog, dat is Na+ en OH-. Dat Na+ doet niet mee, OH- is een hele bekende base. Hier zien we dat het H+ van CH3COH naar OH- gaat. Dat OH- en H+ samen wordt water. En wat er overblijft van CH3COH, dat is CH3COO-. Andere hele bekende is de reactie tussen zoutzuur en kaliloog. Zoutzuur is een oplossing met erin H+ en Cl-. En kaliloog, een oplossing van kaliumhydroxide in water, daar zit K+ en OH- in. Dan reageert H+ met OH- tot water. Cl- en K+ doen niet mee, dat noem je ook wel tribune-ionen, zitten erbij, ze kijken ernaar, ze veranderen niet, en komen dus ook niet in de reactievergelijking te staan. Hier een lijstje van zuren en bazen die je moet kennen. Bij zuren eindigen ze heel fijn allemaal op zuur. Azijnzuur, triviale naam voor ethaanzuur, een alkaanzuur met 2 C-atomen, CH3COH dus, maar ook methaanzuur en propaanzuur zijn zuren. Zwavelzuur en salpeterzuur, formules zijn ook wel in binas te vinden, die zijn H2SO4 en HNO3, maar als je oplost in water, valt het uit elkaar in H+ en iets anders. Dus 2H+ en SO4-2- is opgelost zwavelzuur. Bij zoutzuur, dat is de naam van een oplossing, dus dat is H+ plus Cl-AQ. In koolzuur H2CO3, dan kun je ook uit elkaar laten vallen H2O en CO2. Dat zijn twee notaties voor koolzuur. Bazen dan, oxide en hydroxide, O2- en OH- komen vaak voor. Na3, dat is de enige die niet negatief is geladen, kan een H+ opnemen en Na4+ worden. Maar als je nou een Na2 groep hebt, bijvoorbeeld in lysine als cijfer van een aminozuur, dan kan die Na2 groep ook een H+ opnemen en een Na3+ groep worden. Nou, ook carbonaat en waterstofcarbonaat kunnen H+ opnemen en als basis reageren. Je moet zuurbasisreacties ook kunnen herkennen. Dat wil zeggen dat als ze een vergelijking geven, dat jij moet kunnen uitleggen of dat wel of geen zuurbasisreactie betreft. En bedenk dan goed dat bij een zuurbasisreactie een zuur een H+ afstaat aan de basis. Het voorbeeld hier is deze. Bariumoxide met water reageert tot een oplossing van bariumhydroxide. Dan moeten we gaan uitleggen waarom dit wel of geen zuurbasisreactie is. Nou, wat zien we hier? Water staat een H+ af aan O2-. Dat O2- zit in bariumoxide. Ja, barium is 2+ en O is 2-. Dat wil zeggen dat water hier als zuur reageert. O2- die neemt een H+ op en dat betekent dat die als base reageert. Nou, H2O die een H+ heeft afgestaan, dat wordt OH-. En O2- die een H+ heeft opgenomen, dat wordt ook OH-. Vandaar dat er 2 keer OH- staat naar het pijl. Conclusie is dus dat het een zuurbasisreactie is. Je mag dus niet zeggen van er ontstaat de base OH- en daarom is het een zuurbasisreactie. Nee, je moet echt uitleggen dat er een deeltje is dat een H+ afstaat, dat is hier water, en een deeltje dat een H+ opneemt, dat is hier O2-, dat het daarom een zuurbasisreactie is. Dan het rekenen. Dat komt ook heel veel voor, eigenlijk elk examen een keertje. Daarbij moet je bedenken of we te maken hebben met een zure of een basisoplossing. Nou, dat kan zijn doordat er staat hupplepup zuur. Dan weet je dat het zuur is. Het kan zijn dat ze het hebben over een concentratie H+, want dat zit in elke zure oplossing. Of het kan zijn dat ze zeggen pH is 3,2. Nou, dat is onder de 7, dus het is een zuur. De formules staan hier. De pH is de minlog van de concentratie H+. Dit, wat hier staat, tussen die rechthoekige haken, betekent de concentratie, de molariteit in mol per liter. Hoofdletter M is ook molair, is ook mol per liter. Als de vraag andersom is gesteld, dan vul je
H plus is 10 tot de macht min pH in. En dus er staat een pH van 4,3 en we moeten H plus berekenen, dus 10 tot de macht min 4,3 enzovoorts. Bij dit soort vragen is de significantie een lastige, want bij een pH-waarde telt alleen na de komma mee als significant cijfer. Dus een pH van 3,12 heeft maar twee significante cijfers, alleen die 1 en die 2 van die 12. Basisoplossingen. Nou, bazen hebben niet altijd dat je aan de naam meteen ziet dat het een base is. Een aantal bazen moet je dus kennen. Maar er kan ook staan pH is 12,3. En meer dan 7 is het basis. En in een basisoplossing zit geen A+, maar juist wel altijd OH-. Maar rekenen we dus aan OH-. Dan wordt het de pOH is de minlog van de concentratie OH-. Nou, heel erg vergelijkbaar met deze. Nee, we hebben nu OH- in plaats van H+. De concentratie OH- is 10 tot de macht min pOH. Die lijkt er wel op die. En dan is er nog één extra stapje bij de basis. Dat is dat de pH en de pOH samen 14,00 zijn. Dus als je hebt een basisoplossing, je moet de pH weten. Je hebt bijvoorbeeld een pOH van 2,50 uitgerekend. Hè, dan moet je op het eind nog geven. 14,0 min 2,50 is 11,50 uitrekenen. En ook bij de pOH zijn alleen de cijfers na de komma significante cijfers. En in deze 14,0 staan maar twee cijfers achter de komma. Dus meer dan twee heb je er sowieso niet. Dan kijken we even naar een titratie. Dat kun je doen met zuur en bazen. Dat kan ook met andere dingen. Maar het gaat nu over zuur en bazen. En bij een titratie wil je eigenlijk van een stof heel precies de hoeveelheid meten. Het is een kwantitatieve analyse, zoals dat officieel heet. Nou, als je bijvoorbeeld een zuur hebt, ik weet niet precies hoeveel dat is. En je gaat er een basis bij doen waarvan je heel precies weet wat de concentratie is. En je kunt ook zien wanneer alles met elkaar heeft gereageerd. Dan kun je dat gaan berekenen. Hoe kun je dat zien? Met een indicator, een zuurbase indicator. En een voorbeeld is bromethymol blauw. Dat is geel als de pH onder de 6 is. Blauw boven de 7,6. En zit er tussenin, dan is het groen. En dan daarvan kun je dan zien of de reactie af is gelopen. Hier een voorbeeld van een vraag over een titratie. Hij komt uit het herexamen van 2018. Je kunt het beeld natuurlijk even stilzetten en hem even zelf gaan proberen. Nou, pakken we deze vraag aan. Er wordt hier een titratie uitgevoerd met natronloog. Daarvan is precies de concentratie bekend en ook hoeveel er is toegevoegd. Dus daarmee kunnen we uitrekenen hoeveel mol OH- is toegevoegd. In de vergelijking kunnen we dan zien dat er twee keer zo weinig mol barnsteenzuur heeft gereageerd. Dan weten we het aantal mol barnsteenzuur. Dat kan naar gram barnsteenzuur. Want de molaire massa staat hier. Dat is de derde stap. En als laatste kunnen we dan het zuurgehalte gaan berekenen. Dat is het aantal gram barnsteenzuur per 100 ml sake. We beginnen dus met het aantal mol OH- te berekenen. We hebben 1,32 ml natronloog toegevoegd. Dat is 1,32 maal 10 tot de min derde liter. Dat gaan we vermenigvuldigen met de molariteit. 0,100 molair betekent 0,100 mol per liter. Liter keer mol per liter levert mol op. Dus 1,32 maal 10 min 4 mol OH-. In de reactievergelijking kunnen we een verhouding zien van 2 OH- op 1 barnsteenzuur. Dus het aantal mol OH- delen door 2 komen we op dit aantal mol barnsteenzuur uit. Dan gaan we van mol barnsteenzuur naar gram barnsteenzuur met de molmassa vermenigvuldigen dus. En die staat in de vraag gegeven 118,1 gram per mol. Nou, kun je hier zien 0,00779 gram barnsteenzuur. Nou, even goed kijken wat ze eigenlijk precies vragen. De vraag is het zuurgehalte per 100 ml sake. En het proefje is gedaan met 10 ml sake. Dus het moet nog even keer 10. En dan kom ik uiteindelijk uit op 0,0779 gram barnsteenzuur per 100 ml sake. Dat is het zuurgehalte. Dan is reactiesnelheid aan de beurt. We gaan eerst even kijken naar het botsende deeltjesmodel. In dat model gaan wij vanuit dat als twee deeltjes op elkaar botsen, en dat gaat hard genoeg, je een effectieve botsing hebt en je dan een reactie hebt. Het aantal effectieve botsingen per seconde is dus de maat voor de reactiesnelheid. Nou, kun je het aantal botsingen vergroten, de concentratie verhogen. Dan krijg je meer effectieve botsingen per seconde. Je kan ook de temperatuur hoger maken. Als je temperatuur hoger maakt, gaan de deeltjes sneller bewegen. Dan krijg je meer botsingen per seconde en je krijgt een hoger percentage effectieve botsingen per seconde. Dus veel meer effectieve botsingen per seconde en een veel grotere reactiesnelheid. Bij vaste stoffen kun je het ook hebben over de verdelingsgraad of het contactoppervlak.
Denk aan bijvoorbeeld zaagsel, dat steekt je makkelijk in de fik en een boomstam niet. Ja, dus dat woordverdelingsgraad geldt wel voor vaste stoffen. Nou, een grotere verdelingsgraad betekent ook weer meer effectieve botsing per seconde en een grotere reactiesnelheid. Wat je niet met de botsende deeltjes kunt verklaren en wel effecten op de reactiesnelheid, dat is een katalysator. Een katalysator is een stof die een reactie versnelt. En een enzym is een biologische katalysator. Daarbij wordt de katalysator of de enzym wel gebruikt, doet wel iets, maar het wordt niet verbruikt. Dus in de totale vergelijking staat nooit de formule van de katalysator, want die wordt niet gevormd, die gaat niet op, je houdt dezelfde hoeveelheid. Enzymen die werken specifiek, die kunnen maar één reactie versnellen. Dus niet zo dat een soort tovermiddel is dat alle reacties versnelt. Zo'n enzym kan bij een bepaalde pH het beste werken. Je ziet hier een plaatje, dit enzym is bij ongeveer 7,5 het meest actief. En werk je daar heel veel vanaf, dan werkt het enzym ook niet meer goed. Hetzelfde geldt voor temperatuur. Bij een bepaalde temperatuur in het lichaam 37 graden werken enzymen het beste. Nou, met een energiediagram, hier zie je een plaatje, kun je verklaren hoe dat kan. Kun je het aangeven eigenlijk. Want om reactie op gang te brengen moet je naar de geactiveerde toestand komen. Nou, heb je een katalysator, dan is die activeringsenergie, dit stukje, kleiner dan zonder katalysator. Dus eigenlijk haalt de katalysator het energieniveau van de geactiveerde toestand naar beneden. Gaan we nog even naar energie kijken. Reacties zijn endotherm of exotherm. Bij een endotherm reactie heb je voortdurend energie nodig. Stop je met energie erbij doen, dan stopt de reactie. Bij een exotherm reactie komt er netto energie vrij. Bijvoorbeeld de verbranding, die moet je wel op gang helpen. Een beetje energie erin, je moet hem aansteken. Maar in totaliteit komt de energie vrij. Nou, een voorbeeld van endotherm is elektrolyse. Als je stopt met elektrische energie te voeren, stopt de reactie al. En daarbij wordt energie omgezet. Je zou kunnen zeggen, dat is meer natuurkundig, elektrische energie wordt omgezet in chemische energie. En er gaat altijd een deel verloren in de vorm van warmte, een deel van die energie. Het verhaal van die energie kun je ook in een energiediagram uitzetten. Dat is een diagram met alleen verticale as met energie. En daarbij moet je weten dat als de reactie endotherm is, dat dan de reactieproducten, zoals in dit voorbeeld, boven de beginstof liggen. Dus de elektrolyse van water, noemen we net al, dat kost energie. Dus de stoffen krijgen energie erbij, dus de reactieproducten liggen boven de beginstoffen. Nou, bij een exotherme reactie zou het andersom zijn, dan zou het hier ergens onder liggen, onder de beginstof. De hoogste toestand, dat is het geactiveerde toestand. Soms noemen ze hem ook wel overgangstoestand. En die kan dus omlaag gebracht worden, ik noemde het net al, door een katalysator toe te voegen. Nou, dat blauwe pijltje hier, dat is de activeringsenergie. En hoe hoger de activeringsenergie, zonder katalysator is die hoger, hoe langzamer de reactie gaat. Aan energie kun je ook rekenen, daarvoor hebben we de vormingswarmte nodig. Nou, eerst even een aantal aandachtspuntjes en dan zometeen een voorbeeld. Wat is vormingswarmte? Dat is hoeveel energie er nodig is, met als 1 het joule, om 1 mol van een stof te maken uit elementen. Heb je dus een element of niet ontleedbare stof, bijvoorbeeld zuurstof, chloor, stikstof, dan staat dat ook niet in je BINAS of je science data, want de vormingswarmte is dan 0, want het is al een element. Klein boven de tabel staat 10 tot de 5 joule per mol, vergeet die 10 tot de 5 niet. Dan zit je factor 100.000 fout. Water komt natuurlijk nog wel eens voor in vergelijkingen. En er staan twee getallen bij. Eentje voor vloeibaar water en eentje voor waterdamp. Nou, is die tabel bij 298 Kelvin, dus je zou normaal gesproken uitgaan van vloeibaar water. Maar soms ontstaat er ook waterdamp. En dan moet je eens even goed in de vraag kijken of er een G'tje staat of het woord waterdamp. Als dat er staat, gebruik je het getal wat bij H2OG staat. Min 2,42 maal 10 tot de 5. Maar met behulp van die vormingswarmte kun je de reactiewarmte berekenen. Daar komt dus zo een voorbeeldje van. En als die reactiewarmte een positief getal is, dan is de reactie endotherm. Is de negatief getal, dan is die exotherm. Soms wordt het een beetje door elkaar gegaan met het begrip verbrandingswarmte. Dat is hoeveel energie er vrijkomt als je 1 mol van een stof verbrandt. Dus je zou kunnen zeggen, de verbrandingswarmte is de reactiewarmte van een verbranding. Zometeen een voorbeeld, dat is een vrij makkelijk voorbeeld. Wil je meer voorbeelden zien en oefeningen zien, schrijf je naar vwo.nl. De examenvraag hierover was niet zo'n hele moeilijke. We moeten van deze reactie hier de reactiewarmte berekenen in joule per mol methanol. Hier de stoffen die in de vraag staan.
En dan ga ik er even achter zetten wat de vormingswarmte is op de zoeken in Binance of Science Data. Nou, CO min 1,105 x 10 tot de 5e joule per mol. En die 10 tot de 5e staat stiekem boven de tabel. Waterstof kun je niet vinden in Binance of Science Data. Het is namelijk een element, dus het heeft een vormingswarmte van 0. En methanol staat er weer wel in. Nou, dan moet ik kijken hoeveel deeltjes ik in deze reactie heb. Dat is een beetje een overbodige stap hier. Maar die CO die doe ik keer 1, daar staat niks voor. Die waterstof moet keer 2, ja, het was al 0 en 0 keer 2 blijft 0. En die methanol moet keer 1. Nou, dan het juiste teken. De stoffen voor de pijl, die worden niet gevormd. Dus het teken, dat moet omklappen. Dus de min hier wordt een plus. Nou, bij 0 maakt dat natuurlijk niet uit. En bij methanol laten we de min gewoon staan, want die staat na de pijl. Nou, dan ga ik als laatste de getallen in deze kolom bij elkaar optellen. En dan kom ik op het antwoord van min 1,29 maal 10 tot de 5e joule per mol methanol. Er staat hier verder niks voor, dus ik hoef niet nog door dit 2 te delen. Stel er had een 2 gestaan, dan was het per 2 mol methanol, had ik door 2 moeten delen. Hoeft hier niet, dus dit is het antwoord op deze vraag. Dan is de industriële chemie aan de beurt, de chemie in het groot. Een paar begripjes eerst. Nou, de bulkchemie, dat gaat om het maken van hele grote hoeveelheden stoffen, zoals zwavelzuur waar echt tonnen van nodig zijn. En de fijnchemie gaat over het maken van kleinere hoeveelheden stoffen, bijvoorbeeld specifieke medicijnen. Nou, die fijnchemie, dat gaat vaak met een batchproces. Dat betekent dat alles in een reactor, in een vat, je laat het reageren, je haalt alles eruit, je maakt het weer schoon en je gaat de volgende reactie doen. Die bulkchemie, dat gaat vaak met een continu proces. Dan heb je de hele tijd beginstoffen die worden aangevoerd, en reactieproducten worden afgevoerd. Dat gaat vaak 24 uur per dag, 7 dagen in de week door. En daar tekenen we ook vaak blokschema's van. Over die blokschema's gaat dit plaatje. En daar zijn een paar dingen waar je op moet letten. Een van de dingen is het verschil tussen een reactor met een R en een scheidingsruimte S. In een reactor vindt natuurlijk een reactie plaats. En de beginstof moet natuurlijk de reactor ingaan en de reactieproducten komen er weer uit. Maar soms komt de stof die erin gaat er ook weer uit. Bijvoorbeeld als een stof in overmaat was. Of als de omzetting niet helemaal volledig was. Als bijvoorbeeld maar een rendement van 80%. En er zouden ook nog bijproducten kunnen ontstaan. Dat was bij deze vraag het geval. Dat staat altijd in de tekst. Hè? Sommige mensen noemen dit ook wel chemische tekstverklaring. Bij een schuidingsruimte gaan dezelfde stoffen erin en er weer uit. Bijvoorbeeld bij deze S2, 1, 2 en 5 gaan erin. Nou, 1 en 5 gaan aan die kant eruit en 2 aan die kant. Verder is recirculatie iets om rekening mee te houden. Dat wil zeggen dat als een stof ergens uitkomt, bijvoorbeeld hier pijltje 1, dat is ethanol, je hebt hem ergens anders weer nodig, dat je hem niet de ene kant eruit haalt en de andere kant weer ingaat, maar dat je hem hergebruikt. Nou is wel eens de vraag, moet je die pijl nu helemaal hier aansluiten, aan het begin, of hier? Nou, hier in dit voorbeeld heb je ethanol als stof die wegreageert. Dus moet ook opnieuw worden aangevuld. Stel dat ik hem hier zou aansluiten, dan zou je geen ethanol van buiten nodig hebben. En nou, dat is dus niet zoals die wegreageert, maar wel als het bijvoorbeeld een oplosmiddel zou zijn. Verder is dat ethanol dus een overmaat. Ik noem het net al eventjes, dat betekent dat hij erin gaat en hier ook weer eruit komt. Er kunnen ook bijproducten worden gevormd, nevenproducten door nevenreacties. En hier stond in de tekst dat die bijproducten, nummer 4, weer terug naar de reactor en daar weer een van die andere stoffen worden opgezet. Dat zijn allemaal dingen die je gewoon leest in de tekst. Het is vaak een beetje chemisch tekstverklaar. Dan een opgave over een warmtewisselaar. En daarmee kun je energie of warmte hergebruiken. Dat wil zeggen dat als ergens energie vrijkomt in het proces, van warmte, bijvoorbeeld bij een exotherme reactie, dat je die ergens anders gebruikt als je ergens iets moet opwarmen of een endotherme reactie moet laten plaatsvinden. Nou, hier zien we een blokschemaatje met twee reactoren erin, R1 en R2. En er was in de opgave gegeven, maar hier niet in beeld, dat R1 dat een reactie is waarbij energie nodig is en dat bij R2 energie vrijkomt. Wat moeten we hier gaan doen? We moeten een warmtewisselaar erbij tekenen. Hier staat er al één, hier staat het symbooltje van de warmtewisselaar. Bij die warmtewisselaar moeten we beide de richting van het water in- en uitvoer erbij zetten. En ook zeggen waar het koud en waar het warm water in- en uit gaat. En natuurlijk, dat is het logisch, we moeten de energie zoveel mogelijk hergebruiken. Nou, de tweede warmtewisselaar gaan we eerst even tekenen. Nou, hier staat hij. Het idee is dat de warmte die bij de reactie in R2 vrijkomt, dat we die gaan gebruiken om de reactie in R1 te laten verlopen.
Nou, dat betekent dat er warm water uit deze warmtewisselaar komt, hè, want deze reactor is degene die energie oplevert. En het warme water moet hier erin gaan, omdat we hier de warmte kunnen gaan hergebruiken. Nou, dat betekent dat aan de andere kant het koude water hier eruit gaat en hier moet het koude water erin komen. En dus het koude water komt erin, wordt opgewarmd door de warmte van de reactie, die gaat hier naartoe. Die warmte wordt hier weer gebruikt om die reactie op gang te brengen en dan komt het koude water er weer uit. Hier het overzichtje van de scheidingsmethode. Een scheidingsmethode is dus geen reactie, maar een manier om stoffen van elkaar te scheiden. Nou, hier staan de methoden, de meeste zijn denk ik wel bekend. Extraheren, vergeten mensen nog wel eens, betekent letterlijk uittrekken. T-zet is een bekend voorbeeld. Dan begin je met een mengsel van vaste stoffen, wat in het T-zakje zit. Een deel lost wel op in het extractiemiddel, bij T-zet is dat water. Een deel niet, dat blijft in het zakje zitten. Destilleren en indampen, dus beide met oplossingen en beide maak je gebruik van het verschil in kookpunt. Het verschil is dat je bij destilleren, destillaat, degene met het laagste kookpunt, dan noem je een destillaat, dat je die weer opnieuw kunt gebruiken. Bijvoorbeeld als je een oplosmiddel nog een keer wil gebruiken, of als het heel giftig is. En dan wil je dat niet zomaar in de lucht in doen. Ga je bijvoorbeeld zeewater indampen om zeezout te krijgen, dan hoef je die water dan niet per se te hebben, dan gebruik je dus indampen. Adsorberen betekent letterlijk aanhechten. Hier zie je een plaatje van het ontkleuren van spiritus. Nort is daar een adsorptiemiddel, daar plakt de kleurstof dan aan. En als je dan filtreert, zit in het filtraat. Filtraat is wat hieronder zit, dan heb je kleurloze spiritus. Het residu is dan norit waar de kleurstofgebonden in zit. Chromatografie gebruik je bij een mengsel van kleurstoffen. En bij chromatografie eindig je met zoiets als dit. Dit heet een chromatogram. Nou, wat doe je dan? Je neemt een papiertje, daar zet je een lijn op, de startlijn. En daar doe je de stof die je onderzoekt op. In dit voorbeeld een mengsel van bixine en norbixine. Dat papiertje zet je in een vloeistof en de vloeistof die gaat dan omhoog. Wordt door het papier opgezogen en de stoffen die gaan mee omhoog. Nou, de stof die het hoogste komt, die lost beter op in de loopvloeistof en bindt minder goed aan het papier dan de stof die hier lager blijft. Dus je maakt gebruik van een verschillende oplosbaarheid in de vloeistof en aandrijfsvermogen aan het papier. Als twee stoffen nou even hoog eindigen, dan kun je zeggen, hé, dat zou wel eens dezelfde stof kunnen zijn. Dan analyseer je eigenlijk een mengsel om te kijken wat erin zit. Groene chemie betekent stoffen zo duurzaam en met zo min mogelijk afval en energieverspilling te maken. Je hebt een aantal rekenbegrippen. De eerste is de atoomeconomie. En de formule daarvan kun je in Binance of Science Data vinden en die staat hier. Dat is eigenlijk hoe groot deel van de massa van de beginstoffen komt in de gewenste stof terecht. Dus je deelt de massa van het product wat jij wil maken door de massa van de beginstoffen. Alleen de massa van het gewenste product nemen, want anders kom je altijd op 100% uit. Meer dan 100% betekent dat je rekenfout hebt gemaakt en komt er 100% uit, dan heb je maar één stof na de pijl. En dat is hartstikke efficiënt. Want hoe hoger de atoomeconomie, hoe minder afval je hebt en hoe duurzamer de productie is. Rendement betekent eigenlijk hoe goed een reactie lukt. De formule hiervan is in Binance of Science Data te vinden. De praktische opbrengst delen door de theoretische opbrengst keer 100%. Die praktische opbrengst die meet je met een experiment. Bij een toets is je dus gegeven en de theoretische opbrengst die moet je zelf uitrekenen met behulp van rekenen aan reacties bijvoorbeeld. Die praktische en theoretische opbrengst moeten wel dezelfde eenheid hebben. We moeten wel eerlijk vergelijken, dat kan gram zijn, kilogram, ton, mol, maakt niet uit zolang het maar hetzelfde is. Het rendement kan niet meer zijn dan 100%. Komt het begrote getal 100% uit, kijk dan even waar je rekenfoutje zit. De E-factor, ook iets waar je moet kunnen rekenen en ook iets waar de formule gewoon in je Binance for Science data te vinden is. Dit is geen percentage zoals het rendement en de atoomeconomie, maar een getal. En dat getal geeft aan hoeveel afval er ontstaat. Is preciezer gezegd het aantal kilogram afval per kilogram gewenste stof. Nou, als je dit gaat invullen, dan heb je dus ook nodig wat het rendement is. Want hier staat de werkelijke opbrengst van het product. Stel je hebt 70% rendement, dan doe je de molecuulmassa van de gewenste stof keer 0,70 bijvoorbeeld. De principes of uitgangspunten van de groene chemie staan gewoon in Binance en Science Data. Je kunt ze doorlezen en het spreekt eigenlijk aardig voor zich.
Eén dingetje wat vaak fout gaat, dat is het verschil tussen hernieuwbare grondstoffen en biodegradeerbaar. Hernieuwbare grondstoffen betekent dat je de grondstof waarmee je iets maakt steeds opnieuw kunt maken. Door planten steeds opnieuw te laten groeien. Terwijl biodegradeerbaar betekent dat de stof in de natuur kan afbreken. Dan even een dingetje over fossiele brandstoffen. Die raken natuurlijk op, die moeten natuurlijk vervangen worden. Maar de een is de ander niet. Je moet weten wat een koolstof-waterstofverhouding is. En eigenlijk komt het erop neer dat als ik CH4 en C2H4 vergelijk, dat bij CH4 de naar verhouding minder koolstof en meer waterstof is. En dat betekent dat die naar verhouding minder CO2 oplevert per joule energie die vrijkomt. En dat je dus minder CO2 krijgt om bijvoorbeeld een kilometer te rijden. En minder CO2 betekent dat het broeikaswerk minder wordt versterkt. Als een brandstof niet volledig verbrandt, dan krijg je ook koolstofmonoxide en koolstofroet. Bij het verbranden van zo'n fossiele brandstof, in bijvoorbeeld de motor van een auto, kan de temperatuur zo hoog worden dat stikstof en zuurstof uit de lucht met elkaar reageren tot stikstofoxide, NO en NO2, samen NOx genoemd, en die kunnen weer zorgen voor verzuring of smog. Soms zit er ook een beetje zwavel in een fossiele brandstof en dan krijgen we ook nog zwaveldioxide, wat ook voor verzuring kan zorgen. Maar bij het maken van benzine bijvoorbeeld uit aardolie wordt gebruik gemaakt van gefractioneerde destillatie. Aardolie is een mengsel van heel veel stoffen en dan krijg je mengsel van stoffen met koper die in elkaars buurt liggen, bijvoorbeeld kerosine en benzine. Sommige van die grotere koolwaterstoffen zijn niet goed bruikbaar en die kun je met kraken omzetten in kleinere koolwaterstoffen die weer beter branden. Hier een voorbeeldje, C18H38 kun je bijvoorbeeld omzetten in C10H22 en C8H16 en die zijn weer wat beter brandbaar. Naast fossiele brandstoffen zijn er ook biobrandstoffen en die zijn gemaakt van planten. Planten nemen CO2 op via de fotosynthese. Je ziet hier de vergelijking en dan krijg je glucose. Nou, het glucose zou je kunnen vergisten om ethanol te maken. Kun je bioethanol maken en die kun je weer verbranden. Je kunt ook biogas maken door vergisting van biomassa. En uit koolstofolie bijvoorbeeld kun je ook biodiesel maken. Als je die biobrandstoffen gaat verbranden, dan ontstaat er ook weer CO2. Maar die CO2 is kort ervoor door planten opgenomen door middel van fotosynthese. En in theorie, praktijk is lastiger, heb je dan geen netto CO2-uitstoot. Nadeel is wel dat dit concurreert met grond om voedingsgewassen te verbouwen. Dan kijken we nog even naar de toxiciteit, giftigheid. Daar zijn een aantal maten voor. De eerste is de aanvaardbare dagelijkse inname, de ADI-waarde. Dat gaat in milligram van de stof per kilogram lichaamsgewicht van degene die het opeet. Nou, dan kun je in BINAS 95 Science Data 38.7 getalletjes over vinden en sommetjes mee maken. Dan over de grenswaarde of TCG-waarde. Dat gaat over stoffen die je inademt, dus de concentratie van een stof in de lucht, in milligram per kubieke meter. Dan moet je ook weten wat de letale dosis, dodelijke dosis LD50 waarde is. Dat gaat over acute toxiciteit, dus waardoor het echt meteen giftig is, waardoor proefdieren, ratten bijvoorbeeld meteen doodgaan. Klinkt niet al te vrolijk natuurlijk. Dit is de dosis waarbij 50% van de proefdieren overlijdt. Nou, sommetjes met dit soort dingen. Dit filmpje zal anders extreem lang worden om die ook nog te laten zien. Kun je wel op de website vinden. Gevarensymbolen staan ook gewoon in BINAS of Science Data. Als je daar vragen over kijkt, blader er gewoon even heen en dan spreekt het gewoon aardig voor zich. Bij de biobrandstof hebben we al even gezien dat CO2 door planten opgenomen kan worden via fotosynthese. Dan krijg je glucose, daarmee kun je bijvoorbeeld bioethanol maken. En als je dat verbrandt, dan krijg je weer CO2. Nou, dat is een voorbeeld van een korte kringloop. Er zijn meer voorbeelden te bedenken. Bijvoorbeeld stikstof en zuurstof kunnen met elkaar reageren in een motor van een auto. Stikstof en zuurstof zitten gewoon in lucht. En dan kunnen we NOx krijgen. NO en NO2. NOx is niet fijn. Het kan zorgen voor smog. Dat kan zorgen voor verzuring. En het kan worden omgezet in NO3-, nitraationen. Nitraationen die kunnen uitspoelen. En die kunnen weer zorgen voor een soort overbemesting. Eutrofiëring. Wat een mooi woord. Dat kan algenbloei veroorzaken. Dan krijg je sloot waar heel veel algen in groeien. Die de rest van het leven eigenlijk allemaal verstikken. Nou, dat NO3- kan uiteindelijk via alle reacties ook weer stikstof worden. Dan krijg je ook een soort kringloop. Nou, mooie overzichten van de koolstof en de stikstofkringloop en dan het totale plaatje staat in BINAS of Science Data. Iets wat hier ook nog even bij genoemd moet worden is het cradle-to-cradle principe van wieg tot wieg. En dat betekent eigenlijk dat als je een voorwerp ontwerpt,
bedenkt hoe je dat gaat maken, met welke stoffen, dat je van tevoren al bedenkt, nou, het wordt ooit afgebroken en hoe kun je dan het materiaal waar het van gemaakt is opnieuw gaan gebruiken. Dan zijn we eindelijk bij het laatste grote onderwerp en dat is redox. Een redoxreactie, daarbij gaat een reductor elektronen afstaan en oxidator neemt ze op. In een halve reactie staan bij een oxidator elektronen dan links van de pijl en deze brug is bij een reductor staan de elektronen rechts van de pijl. In BINAS 48 Science Data 9NF staan een hele hoop van die halfreacties, waarbij de oxidator van sterk naar zwak gaat. Dus de sterkste oxidator staat bovenaan en de sterkste reductor staat juist onderaan. Tel je die twee halfreacties op, dan kun je een totale reductiereactie krijgen. Maar voor het optellen moet je ervoor zorgen dat het aantal elektronen gelijk is. Dus de oxidator evenveel opneemt als de reductor afstaat, zodat in de netto reactie, totale reactie, er geen 1- staat. Kijk op het eind ook nog even of er niet aan beide kanten toevallig H2O of H+ staat, dan moet je dat nog tegen elkaar weg gaan strepen. Meer voorbeelden, meer uitleg enzovoorts. Even deze website intypen. We gaan even kijken naar het zelf opstellen van een halfreactie. Dat wil zeggen dat je in een opgave een halfreactie moet maken en dat die bijvoorbeeld 3 punten waard is. In zo'n geval kun je niet gewoon in je BINAS of Science Data kijken en het overschrijven. Dat levert je niet 1 punt op, je moet zelf aan de slag. Nou, het gaat eigenlijk hetzelfde als het opstellen van een gewone reactievergelijking, maar in een halfreactie komen altijd elektronen voor. En hoeveel elektronen dat zijn, dat hangt af van de ladingen aan beide kanten van de pijl. Je moet er altijd voor zorgen dat de totale lading links van de pijl gelijk moet zijn aan de totale lading rechts van de pijl. Nou, hier een voorbeeldje. We zien hier een onvolledige reactie, halfreactie. Hier staat bij, we moeten hier een complete vergelijking van maken door elektronen aan de juiste kant van de pijl te zetten. En het moet natuurlijk kloppen. Nou, wat ik eerst even doe is hier een tweetje voor zetten. Nou, we zien dat groepje RCH2 stond er net nog maar 1 keer. Nou, hij staat hier en hij staat daar. Vandaar dat er een tweetje voor moet. Nou, dat moet ook bij die H+. We hebben hier 2 haatjes. Verder zie ik allemaal geen haatjes, ja, die CH2 en die CH2 natuurlijk, maar door hier een 2 voor te zetten, wordt ook de waterstofbalans kloppend. En nu klopt de elementbalans aan beide kanten evenveel van elk atoomsoort. Om de ladingbalans te laten kloppen, moet hier nog even 2 1- bij, want links van de pijl was er totaal geen lading, er mag rechts van de pijl totaal ook geen lading zijn, en met 2H+ en 2 1- aan die kant is dat het geval. Nou, dan moet je ook redoxreacties kunnen herkennen. Dat wil zeggen als er een reactievergelijking gegeven is, dat je uit kunt leggen of het wel of geen redoxreactie is. Nou, een reductor staat elektronen af aan een oxidator, dat weet je wel. En daardoor veranderen deeltjes van lading. Even aan de hand van een voorbeeldje dit uitleggen. Hier staat een vergelijking van een reactie van ijzer met zoutzuur. En dan moet je niet denken van, hey, ik hoor het woord zuur, dat moet per se zuurbasis zijn. Nee, we gaan kijken, zijn er deeltjes die van lading veranderen? En dat zie je denk ik wel, die zijn. Het ijzer gaat namelijk van een lading van 0 naar een lading van 2+. Dat betekent dat ijzer elektronen afstaat en ijzer dus reageert als reductor. Dan moet er ook een oxidator zijn, dat is H+. Dat haatje gaat van lading van plus in H+, naar lading van 0 in H2. Dat betekent dat die H+ een elektron opneemt en reageert als oxidator. Conclusie, dit is een redoxreactie. De belangrijkste toepassing van redox die je moet kennen is de elektrochemische cel, of brandstofcel of een batterij die stroom levert. Het komt een beetje op hetzelfde neer. Dat is een hele sheet vol informatie. Ik ga zo meteen ook een voorbeeld geven. Maar dit is een heel belangrijk onderwerp. Dus als je denkt dit gaat veel te snel, uitgebreidere uitleg, meer voorbeelden en oefeningen, dan weet je, schijk aan de hvwo.nl. Bij de elektrochemische cel gaan de elektronen niet rechtstreeks van reductor naar oxidator. Ze kunnen elkaar dus niet rechtstreeks aanraken, maar gaan via een draadje die elektronen. En dan kun je die chemische energie omzetten in elektrische energie en gebruiken om je elektrische fiets te laten rijden of een lampje te branden. De oxidator reageert altijd bij de plus en de reductor bij de minpool. Belangrijk dat de stroomkring gesloten is. Hier staat een ouderwets plaatje met een zoutbrug, maar vaak is het ook met een membraan. Die 2 helften heten dan halfcellen en aan de ene kant reageert de oxidator en aan de andere kant de reductor. Maar de staafjes die heten elektroden, die moeten gemaakt zijn van iets wat stroom geleidt. Dat zijn meestal metalen, maar soms ook koolstof. De vloeistoffen, dat zijn oplossingen van zouten of zuren, ook hier in de zoutbrug. En die zorgen ervoor dat overal stroomgeleiding is.
Koolstof en platina, dat zijn niet aantastbare elektroden. Ze kunnen niet meedoen, maar bijvoorbeeld koper zou wel als reductor kunnen reageren. Nou, heb je een batterij, dan maakt de massa ook nog wat uit. En lithium is een heel licht metaal. En dat wordt vaak gebruikt, hè, bijvoorbeeld voor de elektrische fiets. En dan heb je dus per massa redelijk veel energie. Als laatste nog even de brandstofcel. Daar komt zo'n voorbeeld van. Dat is gewoon een elektrochemische cel. Alleen dan is zuurstof de oxidator. En dan komt het neer op het verbranden van de brandstof die de reductor is. Nou, gaan we even kijken naar een voorbeeldje van een elektrochemische cel, de waterstofbrandstofcel. En een brandstofcel is een elektrochemische cel waarin een brandstof de reductor is en zuurstof als oxidator reageert. Nou, hier een schets van de opstelling. En we hebben een grote bak met zwavelzuur erin, een membraan ertussen, waardoor aan de ene kant van de membraan de oxidator reageert en aan de andere kant de reductor. De brandstof gaat aan de ene kant erin en we gebruiken hier lucht. Het gaat natuurlijk om zuurstof in de lucht, maar lucht is veel goedkoper aan de andere kant. Die oplossing van dat zwavelzuur, dat zorgt ervoor dat we een gesloten stroomkring hebben. Dat wordt wel een elektrolyt genoemd. In die oplossing van zwavelzuur kunnen H+-ionen en SO4-2-ionen vrij bewegen. Dus geleidt het de stroom. De gesloten stroomkring is natuurlijk wel nodig. Dan gaan we even kijken welke halfreacties plaatsvinden. Bij de pluspol reageert de oxidator, zuurstof, en die kun je opzoeken in je BINAS 48 of Science Data 9.1f. En neem de hoogste halfreactie die er staat bij oxidator, de sterkste met zuurstof erbij. Die is met 4H+, die 4H+ moet natuurlijk wel aanwezig zijn, maar die hebben we te danken aan het zwavelzuur. Dan 4N- erbij en dan krijg je twee keer water. Aan de andere kant, de minpol reageert de reductor. Dat is waterstof en ook deze halfreactie kun je in BINAS Science Data vinden. Let op dat je hem even omkeert. In BINAS staan 2H+ plus 2E- links en H2 rechts. Dat moet net andersom. Hij reageert als reductor, dus wat daar rechts staat, H2, komt hier links te staan. Hoe gaan de elektronen? Nou, door het staafje. Ze bewegen spontaan van min naar plus. Je kunt ook zeggen, de reductor staat hier elektronen af. Je ziet hier rechts van de pijl staan. De oxidator nemen ze weer op. Ze gaan van reductor naar oxidator. Dat is bij een normale reductiereactie. Door een membraan beweegt ook een deeltje, dat is het H+ deeltje. Dat H+ wordt namelijk gevormd hier bij de halfreactie van de reductor. Dus krijg je te veel H+'jes. Aan de andere kant gaan de H+'jes, die uit het zwavelzuur gaan juist weg. En die worden met zuurstof samen water. Ze hebben te weinig H+'jes. Dus vandaar het H+ op deze manier door dat membraan gaat. Dan nog even kijken naar de totale reactievergelijking. Wordt ook vaak naar gevraagd. Nou, om dat op te stellen, die totale vergelijking, heb ik de reductor hier keer 2 gedaan. Want ik heb hier 4 E-minnetjes bij de oxidator en maar 2 bij de reductor. Dat moet natuurlijk gelijk zijn. Dus in de reductorhalfreactie doe ik alles keer 2. En als ik ze dan optel, dan vallen natuurlijk de elektronen weg. Dat moet altijd. In de totale vergelijking staan geen elektronen. Maar hier valt het H+ ook weg. Ik heb namelijk 4H+ links van de pijl en ook 4H+ rechts van de pijl. Die moet je dan wegstrepen en netto is er geen H+ nodig, ontstaat er ook geen H+. En wat zien we dan als totale vergelijking? Het is gewoon de verbranding van waterstof. Ja, waterstof, brandstofcel is eigenlijk gewoon een indirecte manier om waterstof te verbranden. Het resultaat is hetzelfde. Waterstof en zuurstof worden water. Als laatste nog eventjes, nou wat komt er nou uit die uitlaat? Lucht bevat natuurlijk niet alleen zuurstof, de rest van de lucht, bijvoorbeeld stikstof, het meest voorkomende, dat moet natuurlijk ook uit. En ook het reactieproduct water moet natuurlijk ergens uit het systeem. Aan deze kant zou misschien nog bijvoorbeeld wat waterstof wat niet gereageerd heeft eruit kunnen gaan. Nou, dit even als voorbeeld van een elektrochemische cel, een brandstofcel. En kan natuurlijk ook met andere brandstof. Nou, dan zijn we er eindelijk doorheen. Respect als je dit helemaal uit hebt zitten kijken. Heb je nog vragen? Hier staat hoe je die kunt stellen. Op scheikundehvwo.nl kun je nog meer oefeningen vinden. Uitgebreide uitleg als je denkt dit ging allemaal wel heel snel. Bepaald onderdeeltje dan. In ieder geval wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. En dan wens ik je super veel succes bij je toets of bij het examen.